Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een Nail Talk Live e-workshop. Het is woensdagmiddag, dus ik mag hier weer staan om al jullie comments door te zetten en te praten natuurlijk met de trainer van vandaag. En onze trainer vandaag is Aletta. We gaan het hebben over easy stamping. Dus stempelen, nail art, maar dan makkelijk gemaakt. Wat kun je daar allemaal mee en hoe ga je dat allemaal toepassen? Natuurlijk hebben we gisteravond tijdens de conferentie van de premier gehoord dat de lockdown wordt verlengd tot en met begin maart. En ondanks dat dat natuurlijk heel veel invloed heeft op ons allemaal, betekent dat ook dat wij al de hele dag bezig zijn met een planning te maken voor nieuwe e-workshops tot en met dat moment dat we hopelijk weer met z'n allen open mogen gaan. Die planning ga ik jullie later vandaag vertellen, een paar keer zelfs, om jullie in ieder geval te vertellen wat jullie nog meer kunnen gaan verwachten tijdens deze periode van Nail Talk Live van ons allemaal. Nou, voordat we aan al die dingen gaan toekomen, moeten we eerst beginnen. Ja, natuurlijk zit Wendy weer achter de knoppen en is er mee bezig dat alle camera's het juiste beeld laten zien. Zoals ik toen net al zei, we hebben nieuwe workshops voor jullie gepland, helemaal tot aan 2 maart. Daar gaan we later wat meer over vertellen, maar nu gaan we eerst naar Aletta. Aletta, ik ken jou natuurlijk van Nail Talk Live, ik ken jou ook van dat je in de lessen zit. En wat ik wel grappig vind is dat jouw nagelcarrière is eigenlijk begonnen met stempelen. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ik was voorheen al, voordat ik überhaupt de nagelstylistopleiding heb gedaan, was ik al bij mezelf met nagellak bezig. Maar dan vooral met het stempelen erbij om leuke nailartjes te maken. Dus dat klopt wel, ja. Ja. Dus, ja. Wat heb je voor ons in petto vandaag? Nou, van alles. Ik heb heel veel verschillende stempeldesigns voor jullie bedacht of gemaakt. En elke stempeldesign gebruikt een pigmentje. Om te laten zien dat je die ook weer op verschillende manieren kan toepassen en ook heel mooi kan combineren met de stempels. Dus ik denk dat we maar gelijk met de eerste gaan beginnen. Ja, dat lijkt me wel. Ik zit er natuurlijk bij om alle comments door te zetten. Dus als ik je lastig val tussendoor, dan is dat omdat jullie wat te vragen hebben of iets meer willen weten. We gaan het dus niet te moeilijk maken vandaag, maar we gaan wel eindeloos veel mogelijkheden laten zien. Ik heb ze al gezien, dus we gaan naar Aletta. Yes. We gaan starten met een witte ondergrond. En daarvoor gebruik ik de Whitest White. Ik heb al 1 laagje aangebracht. En ik ga nu een 2e laag aanbrengen, omdat ik in de plaklaag ga werken. Dus ik lak weer een 2e laagje. En dit is gewoon Whitest White gel polish. Ja, ja. Een mooie egale laag maken. Niet te dik natuurlijk, omdat hij zo gepigmenteerd is. Zo, en die doe ik eventjes 30 seconden in de lamp. En terwijl die in de lamp zit, even kijken, pak ik de neon pigment erbij. Ja. De neon pink. Heel voorzichtig opendraaien, anders ligt de hele tafel eronder. Het spat al van je scherm af volgens mij. Ja, dat is een heftig kleurtje. Zo, dus die zetten we erbij. En ik ga het pigment brush, deze gebruiken. Aan de andere kant van dit penseel zit een dotting tool. Ga ik nu nog niet gebruiken, of helemaal niet trouwens, maar dan weet je in ieder geval welk penseel ik bedoel. En even zien, mijn nageltje is ondertussen klaar. Stephanie Auburg vraagt al in de comments, welke kleur heb jij zelf op je nagels, Aletta? Ik heb een combinatie. Nou, ik zit, laat eens even zien dan. Ik zie dat er al een stempelresidu op zit. Ik heb, dit is Hearing the Birds, en hieronder zit de Blue Gray. Maar die vind ik echt perfect bij elkaar passen. Ja, is heel mooi. En dan op de middelste 2 nog een fastliner gel en daar ook een pigmentje in gepoetst. Dus dan krijg je dit effect. Ja, supercool. Jij denkt ook echt altijd in combinaties, hè? Nou, ik ben heel erg fan van dus hoe ik het zo ook op mijn eigen nagels heb. Dus dat je 2 nageltjes met een nailartje of eentje met een nailartje en eentje met een glittertje ernaast. En dan 3 met een effe kleur. Dat vind ik zelf gewoon altijd heel leuk eruit zien. En je hebt iets extra's dan alleen 1 nageltje met iets. Maar zo ja, breekt het ook een beetje, dus dat vind ik altijd wel leuk. Ja, heel mooi. Nou ja, in ieder geval, we gaan naar die neonpigment.
En weer terug naar het roze. De nagels uit de lamp. En ik heb nu een plaklaagje op die nagel zitten. En die wil ik ook gebruiken om dus het pigment in te drukken. Dus ik pak een beetje op. Echt maar een heel klein beetje. Neonpigment is echt immens gepigmenteerd. Zoals je ziet, er zit ook gelijk al heel veel op mijn penseel. Zoveel heb ik niet eens nodig. Dus wat ik dan doe, pak ik het dopje en dan tik ik het een beetje in. Ja, dus je hebt echt maar heel weinig nodig. Je kunt altijd meer bijpakken. Dus ik begin altijd maar een beetje subtiel, rustig. En als ik denk van er mag wel wat meer bij, dan kun je altijd meer bijpakken. Het is lastiger om het weg te halen. Oké, dan zet ik mijn penseel bijna recht tegenover mijn nageltje en ga ik het erin deppen. Echt met de punten van het haar? Ja. Dus wordt mijn penseel niet zo heel blij mee, maar blij van, sorry. En het meeste probeer ik echt in het midden te zetten en dan werk ik de rest, blend ik een beetje uit naar het witte toe. Ik wil ook niet het hele nageltje bedekken, maar echt puur het midden. En ik vind hem op zich zo al wel mooi, maar je zou kunnen zeggen van hier wil ik nog een beetje, pak ik weer een beetje op en dep je dat weer. Het is echt een deppende beweging. Mm-hmm. Niet gaan vegen, want dan veeg je het pigment, kun je dan weer weghalen of wegvegen. Ik maak mijn penseel, veeg ik even heel snel even af langs een, of een nail wipe. Ik gebruik nu een tabletowel. En dat is een droge, droge wipe of een droge tabletowel, dus je wilt haar niet nat maken? Nee, het is echt allemaal geen prep en wipe of iets erop. Dit is ook weer zoiets van, je kunt zo lang door blijven gaan als je wil, maar op een gegeven moment is het ook gewoon goed. Ietsje donkerder hier. En wanneer je tevreden bent, zet je hem even 10 seconden vast in de lamp om die pigmentjes op zijn plek te laten. Dus dat ga ik even doen. Ja, Stephanie reageert nog even op jouw nagels en zegt, er zit ook een beetje blauwig in, hè, bij die twee middelste nagels. Ja, het is echt een hij heet ook Grey Blue of Blue Grey, ik wissel het telkens. Grey Blue is het. Dus die, hij is wel blauw, maar of grijs of blauw. Ja, zeg het maar. Het zit er echt heel mooi tussenin. Maar dat vind ik juist ook het mooie om met deze te combineren. Ja. Want die heeft dat ook een beetje. Dat is ook een beetje een grijzige blauw. Dus dan, perfecte combi, vind ik. Maar fijn dat jullie mijn nagels mooi vinden. het lampje is uit. Het nageltje is uit de lamp. En nou ga ik hem even met één laagje aflakken. Eerst even checken of er geen losse pigmentjes op zitten. En ik lak hem af met een speciale topcoat die ik alleen gebruik voor pigmentjes en glittertjes en dergelijke. Dat kan zijn dat je toch nog een beetje pigment meeneemt wanneer je hem aflakt. Ik lak hem ook wel zwevend af. Dus dan maak je de kans wel kleiner dat je wat meeneemt. Maar de kans is er nog steeds. En welke top gel gebruik je nu? Ik gebruik eigenlijk altijd de Bezen Top. Gewoon puur uit makkelijkheid. Die heb ik altijd op mijn tafel staan. Maar ik heb deze vanochtend ook al laten zien. En toen noemde Wendy ook al heel mooi dat je de Soak-Off natuurlijk ook kan gebruiken. Omdat het een witte ondergrond is. Ja. Dat je dan de UV-blokker erin hebt zitten. Dat heb je nu natuurlijk niet als je de Bezen Top gebruikt. Ik heb hem even een dun laagje gegeven en die gaat. Maar je zou hem even ook mat kunnen aflakken. Ja, zeker. Blijft dat nou goed zitten, Aletta, als je door dat pigment in het midden hebt van de nagel? Het is natuurlijk, je werkt heel dun. En vooral omdat je dus juist in het midden zit, de randjes van die nagels zijn gewoon allemaal nog gelak. Dus als je daar weer een topcoatje overheen lakt, dan pakt die topcoat heel mooi aan de zijkanten die gelak ondergrondkleur. Klinkt dat logisch? Dus als je echt meer naar het randje gaat, wat ik straks in een ander design heb, is het echt wel ook belangrijk dat je of even met een buffertje langs het randje gaat, of eventueel een bond gebruikt voordat je hem aflakt. Dan zorg je er echt voor dat hij goed ingezield is. Stephanie vraagt, zou je ook als je geen pigment hebt bijvoorbeeld een hele fijne glitter kunnen gebruiken? Ja, zeker. Ik gebruik nu toevallig dan de neonpigmenten, maar deze is ook geïnspireerd door Jessica. Een design van Jessica die zei, ik weet niet meer of zij dat toen bij haar stamping live heeft laten zien. Maar dat was dan met een zwarte ondergrond en dan met de chroompigmenten daarin. En daar weer een zwart stempeltje overheen. Het is in principe hetzelfde idee, alleen heb ik nu een witte stempel
bovenop een witte ondergrond met wat fellere kleuren. Dus je kunt de chroompigmenten gebruiken, een hele fijne glitter, neonpigmenten, wat je maar leuk vindt. Hij is uit de lamp. En ik haal nou even de plaklaag eraf. En ik ga hem even ietsje buffen met een white blok. Dat zorgt ervoor dat dan straks de stempel goed overkomt. Janti, jij vraagt waarom Aletta Base & Top gebruikt. Nou, Base & Top, ze zegt al, die staat op de tafel. Want het is een hele makkelijke topgel. Want je kunt die ook als een base gel gebruiken onder gel polish. Dus het is zowel een basis als een topgel. Heeft wel een plaklaag. Maar een ander voordeel van Base & Top, maar ook van Soak of Topgel, is dat ze heel flexibel zijn. Dus zeker als je mensen hebt die een natuurlijke nageloverlay hebben en die wat meer flexibiliteit in de nagel hebben, dan is het gebruik van Base & Top of Soak of Topgel wel handig om te doen. Base & Top over een kleur gebruiken, bijvoorbeeld over een airnails design of een aquacolor design, dan een laagje Base & Top en dan altijd pas een laagje extreme mat, want die Base & Top beschermt eigenlijk je design tegen de invloed van de extreme matten die je er overheen zet. Maar ja, iedereen heeft een favoriete topgel en die topgel gebruik je hiervoor. Ja, wat jij ook zegt, met, ik doe dat ook eigenlijk altijd met stamping designs. Als ik die af wil lakken en ik wil ze mat aflakken, doe ik altijd eerst een laagje glans of de Base & Top eigenlijk. Want ik heb wel eens gehad dat ik alleen de mat deed of alleen de glans, één laagje. En ik haalde de plaklaag weg en de helft van mijn design was weg. Gemma, dat is wel zuur. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat je er echt een beetje depressief van wordt. Gemma vraagt zich af, waarom gebruik je geen extreme mat, maar kies je er dus voor om die Base & Top te buffen? Het kan. Als je zegt van ik wil de mat gebruiken, dat kan. Maar dan zou ik hem niet mat aflakken ook. Dan zou ik nu alleen zeggen van ik lak hem nu even met een mat om te stempelen. En dan doe ik hem weer glanzend aflakken bijvoorbeeld. Dus je twee laagjes mat of meerdere laagjes mat over elkaar heen aanbrengt. Dan wil het nog wel eens zijn dat hij een beetje, ja, zou ik zeggen, een beetje troebelig wordt. Dan worden de kleuren niet. Ik zit te kijken of ik een voorbeeld kan geven, maar ik heb denk ik niet zo wat bij me. Maar dan als je, stel je hebt een ondergrond gemaakt, je lakt dat af met een matte topcoat om te gaan stempelen of iets. En dat wil je ook weer even insealen, doe je weer met de matte topcoat, ga je weer overheen, doe je weer sealen met de matte topcoat als laatste laag. Dat oogt toch wat, ja, een beetje, ja, troebelig is misschien het beste woord. Ik vind het mooier, ook omdat dit ook wit is. Die wil je wel echt wit houden. Dus daarom kies ik zelf nu om dus eerst met glans af te lakken, dat te buffen. Maar dat gezegd hebbende, als ik een nageltje wel met eerst met mat aflak, buff ik me ook altijd even op. Vind ik gewoon, naar mijn idee zit dat in mijn hoofd van, dat vind ik toch even wat fijner werken. Maar dat is weer persoonlijk. Oké, maar wel een goede tip. Ja, ik kan me wel voorstellen, als je meerdere lagen extreme matten over elkaar heen zit, daar zit natuurlijk wel dat matten, dat is natuurlijk een ingrediënt wat toegevoegd is. En dat beïnvloedt dan uiteindelijk wel de scherpte van je design en ook de kleurstelling. Een hele goede tip van jou, Aletta. Ja, dankjewel. Ja. Yes. Ik heb de stempelplaat erbij gepakt die we gaan gebruiken en dat is nummer 14, de Hippie Summer. En even kijken, waar staat hij? Ik wil dit design gaan gebruiken. En daarvoor gebruik ik de witte long-lasting polish, nail polish. Je kunt ook stempelen met de liner gel, als je dat prettiger vindt. Ook weer persoonlijke voorkeur. Vanaf het begin dat ik een beetje met stempelen bezig ging, deed ik het allemaal met nagellakjes. Dus dit zit wat meer in mijn systeem. Maar hele fijne designs zijn vaak wat makkelijker te stempelen met de liner gel. En hij zit erop. Oh, dat is wel al heel leuk, zeg. Dit is al heel tof, hè? Ja. En ik ben van de stipjes. Als het even kan, voeg ik ergens stipjes toe. En waar kun je nou heel mooi stipjes bij zetten? In het kerntje van het bloemetje. Jessica zegt in de comments dat ze dat nog goed weet, Aletta. Dat jij die plaklaag weghaalt en dat het toen deel van je design weg is. En trauma's. Zegt ook, ik voelde je pijn. Ja, dat was echt, ik weet ook nog precies welk design. Dat was die Ice Off en dan Reptile. Ja, dat was. En was je nou net dat handgetekende oog toen ook kwijt? Oh. Echt, de helft van het oog ging eraf. Oh ja, dat is wel balen. Ja, ja. Okay. Oh, dat gebeurt dat je nooit meer. Nee, was niet leuk. Maar ja, uiteindelijk heb ik hem dan toen nog op mijn eigen nagels ook weer gedaan, maar dan met blauw tinten. En toen is die wel goed gelukt. Dus uiteindelijk heb ik hem nog gemaakt.
Zo. Je maakt nu je stempelplaat even goed schoon, ja, zie ik. Ja, ik maak altijd gelijk wanneer ik een stempel heb gebruikt. Maak ik de plaat schoon, de kaart schoon en ik haal mijn kussen. Ik zal het even laten zien. Mijn kussen hou ik langs een kledingroller. Gewoon even hup, hup en het is er weer af. Dan is het ook allemaal gelijk weer klaar voor wanneer ik weer wil gaan stempelen. En vaak bij een klant zit je natuurlijk dat je beide ringvingers bijvoorbeeld doet. Dus wanneer ik één nagel of één ringvinger gestempeld heb, maak ik het schoon, doe ik gelijk de andere, maak ik het ook weer schoon, leg ik het aan de kant. Dat is een beetje mijn riedeltje van het stempelen geworden. En het schoonmaken van de plaat doe je met de Aston? Ja, puur Aston, ja. Ik vind dat toch, ik heb het ook wel eens gedaan met een nagellak remover. Maar dan heb ik toch het idee dat er soms of een soort bijna een olielaagje opkomt, of een soort waasje ook weer over de stempelplaat. En naar mijn idee is dan die plaat niet schoon genoeg. Dus ik ga er met aceton over, dan is die echt gelijk goed schoon. Geen waasjes of iets. Dat, nou ja, in mijn ogen is die dan schoon. Dus, even zien. Dan wil ik dus nog stipjes aanbrengen. Dat doe ik met de Liner Gel White. Ik zal hem even... En het Jessica's Choice penseel. Daar leef ik bijna mee, dus daar doe ik alles mee. Ja, en goed nieuws, Jessica's Choice, het penseel, is ook weer op voorraad. Hij is weer binnen, dus iedereen die helemaal met de handen in het haar zat van Jessica's Choice, hij is er weer. Kijk, dat is goed nieuws. Nu je hem toch gebruikt. Oké, okay, je gaat dus tipje zetten met White Liner Gel. Ja, en ik gebruik dus Jessica's Choice. Je kunt ook Catharina's penseel gebruiken. Die van mij ziet er niet meer zo heel mooi uit. Ik ben aan het proberen om hem weer een beetje bij elkaar aan te krijgen, maar een paar haartjes doen een beetje moeilijk. En wat ik zeg, ik doe alles met Jessica's Choice penseel, dus die ben ik zo gewend. Dat stipjes maken en zo vind ik ook gewoon prettig om met deze te doen. Je zou ook een dotting tool kunnen gebruiken. Alleen vind ik dan weer dat de stipjes, ik wil echt mini stipjes, om het mezelf makkelijk te maken. En een dotting tool zijn toch altijd net wat groter. Of wanneer je meerdere stipjes zet, vind ik het ook mooier wanneer ze van een grotere naar kleiner. En ik heb nog wel eens dat dan het eerste stipje is mooi groot, de ene is iets kleiner en dan die is weer wat groter. En dat ze het net wat minder afnemen in grootte. Ja, minder en, controle eigenlijk. Nou ja, precies, terwijl je zo denkt met een dotting tool heb je meer controle, maar met dat penseel... Vind ik prettiger. Ja. Ik ben zo benieuwd waar je die stipjes gaat zetten. Nou, het is heel, heel simpel. Gewoon even om het hartje iets op te leuken. Het is ook maar heel klein beetje wat erop zit. En gewoon een paar... In het midden. En omdat het ook weer wit is, matcht het weer mooi met de achtergrond. Het is maar een heel klein beetje, maar het geeft net wat meer interesse. Het is mijn duim mooi trouwens. En dan gaat hij even in de lamp. Ik pak nu 30 seconden voor de stipjes. Het zijn natuurlijk maar hele fijne stipjes. Het is wel een liner gel, dus die zou 1,5 minuut moeten. Maar omdat dit een demonageltje is en ik lekker snel door wil, doe ik even 30 seconden. Vertel. Ik heb een vraag. Ik zie in de comments de vraag, kun je ook met prep en wipe de stempelplaat schoonmaken? Kan, maar ik vind het zelf niet prettig. Ook weer, dan hou je toch wat sneller zo'n witte waas over je plaat. Dan heb ik toch het idee dat die plaat niet goed gereinigd wordt. Dus het kan wel, maar ik zou het niet doen. Ook weer aceton ben ik helemaal Je bent gewoon helemaal into de aceton. Ja. En Debbie die heeft een opmerking over je penseel, hè? Catharina's Choice. Als je hem even in kokend heet water dompelt, dan gaan de haartjes weer mooi naar elkaar toe. Dat is inderdaad een manier waarop je soms nog penselen kunt redden. Debbie, dank je wel voor de tip. Hey, zeker, dank je wel. Ik heb het al een keer eerder volgens mij bij een live langs zien komen, maar dan denk ik van, ja, dat ga ik doen. En dan doe je dat. Heel herkenbaar. Ja. Tijd zat ondertussen met de lockdown en zo, maar toch niet doen. Hè? Dus dat, Nou, de nagel is weer even in de lamp geweest. Ik ga hem nou aflakken met een glanzende topcoat. Mat kan dus ook. Het is helemaal naar je eigen smaak. Ja, dat is echt heel leuk. En ook weer, omdat het een demonageltje is, lak ik hem in één laagje even af. En ik gebruik nu ook een topcoat zonder plaklaag. Ik heb hier toevallig de Flex & Shine staan, maar... Supreme of een andere nagel, of een topcoat, sorry, is ook prima. Kijk, want hier kun je een beetje zien. Ik weet niet of het op camera te zien is. Er zit hier, hoe kan ik dat laten zien? Een dotting tool, die toch nog ergens voor gebruikt. Hier zit een heel klein vlekje waar die open trekt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar we het net over hadden. Als je dat
Nu zit het een beetje aan de zijkant, dus het zou niet heel erg opvallen. Maar als je dat bij een klant zou hebben en je denkt van, oh, hij is helemaal afgelakt en klaar. En je wil de plaklaag verwijderen, dan mis je ineens een stuk van je design. Dus hij gaat even in de lamp. Even checken of die, ja. En ik heb hem natuurlijk al eerder gemaakt. En dan kun je hem dus zo combineren bijvoorbeeld. Ja, heel leuk. Wat is nou die kleur waar je mee hebt gecombineerd? Volgens mij, uit mijn hoofd, is dat Flaming Fuchsia, dacht ik. Ja, heel mooi. Maar ja, dat is dus ook weer het leuke. Ik heb dan nu dus de Neon Pink gebruikt. Maar je kunt ook zeggen, ik doe het met de paars variant. En ik pak een ander stempeltje. En dan kun je dus weer een hele mooie paars ernaast combineren. Of je zegt, ik pak twee nageltjes zo en de rest doe je met een passende kleur erbij. Cool. Deze vind ik zelf ook lekker zomers. Ja. Spontaan zin om naast een zwembad te liggen, maar dat is nu een beetje koud. Nou, die zin heb ik altijd, maar inderdaad niet nu. Dus met hetzelfde techniekje kun je meerdere designs maken. Ja, en zo laat je het ook altijd aan jouw klanten zien. Hè? Je maakt altijd een compositie van vijf nagels, ja. Waarin je kunt zien hoe je dit moet combineren. Ja, vind ik, of ik heb gemerkt dat sinds ik dat ben gaan doen, voorheen deed ik dat ook niet, had ik gewoon één zo'n plaatje, had ik vier of vijf verschillende nailartjes, wat wel bij elkaar paste, maar eigenlijk wat vier setjes nagels konden zijn, dus nageltje 1 was één setje, nageltje 2, noem het maar. En dan merkte ik dat mijn klanten het vaak lastig vonden om zelf te bedenken hoe dat op hun nagels eruit zou zien. Dus door het op deze manier te doen, laat je eigenlijk al zien van kijk, dit nailartje kun je met die glitter bijvoorbeeld combineren of met dit kleurtje. En dan met vijf nageltjes of drie of vier, een beetje iets meer dan twee gemiddeld, hebben ze al iets meer een idee van wat het kan worden. En sinds ik dat dus zo laat zien, merk ik ook wel, ja nu natuurlijk niet, dat even terzijde, maar merk ik wel dat mensen sneller zeggen van, oh, maar dat ziet er wel leuk uit, dat wil ik wel. Dus dat, bij mij in de salon werkt het echt wel om de klant een beetje over te halen van een nieuw artje te nemen. Dus ik raad het wel aan. Ja, ik zie een vraag van Iris. Jij vraagt, hoe krijg je het beste je lampen schoon van de gel in de lamp? Nou, ik zou altijd adviseren om zeker aan het eind van de werkdag even de binnenkant van je lamp schoon te maken. Dat kun je het beste doen met prep en wipe. Want prep en wipe is er echt voor gemaakt om die gelplak op te lossen. Maar als je er te lang mee wacht met het schoonmaken van de binnenkant van je lamp, dan is de gel zo hard geworden dat het erg moeilijk wordt om het te verwijderen. Het gaat nog wel. En zeker vanaf de bodemplaat natuurlijk, waar die reflector op zit. Dat is vaak waar de klanten op kunnen leunen tijdens het werken, waardoor er kleine stipjes op komen. Maar het is heel belangrijk je lampen schoon te maken. Niet alleen omdat het hygiënisch is, maar ook omdat je afhankelijk bent van de lichtweerkaatsing in de lamp. En die lichtweerkaatsing, want je wil dat die nagels gaan uitharden door dat licht wat hem raakt. Als je ergens een klodder gel hebt, dan absorbeert dat eigenlijk op dat punt de lichtweerkaatsing. En dan kan het zijn dat je lampen minder goed gaan uitharden. Dus vandaar eigenlijk is een goede hygiëne aan het eind van de dag even goed je lamp van binnen schoon te maken. En zorg dat die goed proper is. Dan zag ik ook nog een vraag van Pascal. Hi Pascal. Jij vraagt, waardoor kan het dat de topgel gaten trekt? Is dat dan vettigheid? Dat zou kunnen als je een klant aan het behandelen bent die toevallig bijvoorbeeld haar gezicht heeft aangeraakt. Het is vaak dat die wat te dun is aangebracht. Op een gladde ondergrond en dan breng je hem te dun aan. En die neiging heb je snel. En dan kan die gaten trekken. Dus vaak is dat een kwestie van te dun aangebracht. Dus, maar je kunt er gewoon overheen gaan, egaliseert hij weer en is hij weer helemaal goed. Even kijken, wat is het verschil tussen een gewone topcoat en Flex and Shine? Flex and Shine is een topcoat zonder plaklaag en een gewone topcoat zoals de eerdere gebruikte Base & Top heeft wel een plaklaag. Dat betekent dat Base & Top iets flexibeler is, Flex and Shine iets harder. Het is heel persoonlijk, Jantje, wat je het fijnst vindt. Ook de dikte van de topcoats is iedere keer net iets anders. Dus eigenlijk zou je eens een keertje moeten proberen. Wil je nou meer weten over topcoats en topgels of gels in een flesje, kun je altijd een mailtje sturen naar info@niltalklife.com. info@niltalklife.com. Ik vraag even aan Wendy of ze even info@niltalklife.com kan laten zien hier. Want als je een mailtje stuurt naar dit adres, dan kun je vragen of het topje of het gelflesjesboekje naar je wordt toegestuurd. En dan kun je alle verschillen tussen de verschillende topgels teruglezen. Dus dat is het topgelboekje. En dan moet je even een mailtje sturen naar info@niltalklife.com. Super gaaf, echt heel gaaf, zegt Gemma. Syriza,
cool! Ik zie ook dat nee zegt, zelfs acrylpenselen komen terug in vorm naar het onderdompelen in water. En dat was een tip van de vader of de grootvader van Debbie, dus dat is echt heel leuk. Hmm. De paarse is de favoriet van Iris. Even kijken. Sophie zegt, laat me raden, het huiswerk wordt ook setjes, komen we zo bij. Ik ben nu druk bezig, zegt Stephanie. Ik moet binnenkort nieuwe lampen, zegt Iris. Doe ze dan vanaf het begin af aan goed schoonmaken. En we hebben natuurlijk de Keep Your Twin Light Clean Sheets. Die zijn per 10 verpakt. Dat zijn plastic onderplaatjes, transparant, die kun je in de Twin Light leggen. Dat is precies de juiste maat. En daar legt dan de klant haar hand op. En die kun je gewoon eruit pakken en schoonmaken of vernieuwen. Een superhandig product is dat. Ik zal het in een van de komende lives laten zien. Even kijken, want er zijn veel comments. Leuk. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, nee. Ik ben weer een beetje bij. Ja? We gaan terug naar jou, Aletta. Wat ik nog wilde toevoegen over die topcoat die opentrekt. Het klopt dat wanneer je wat dun werkt, dat die dan een beetje open kan trekken. Maar ik heb ook wel gemerkt dat wanneer je dus bijvoorbeeld gestempeld hebt, vooral met full cover designs, wat ik dus net heb laten zien, dat op de een of andere manier, denk ik dan, ik weet niet of het zo is, maar dat die nagellak heeft toch een soort plak. Die ga ik ook met het volgende design gebruiken om een leuk design te maken. Maar dat soms, wat ik zeg, ik weet niet of het zo is, maar dat het soms ook nog kan werken wanneer je dus een topcoat gebruikt om het af te lakken, dat een beetje botst met elkaar. Wat ik gemerkt heb tijdens het maken van deze voorbeeldjes voor vandaag, is wanneer je dus het nageltje gestempeld hebt en je hebt gedaan wat je wil doen en je gaat hem aflakken. Eerst even goed zorgen dat je bijvoorbeeld met je vingers even over dat nageltje gaat. Denk je juist van, je brengt er weer vettigheid in. Maar ik werk eigenlijk altijd met handschoenen aan. Nu dan toevallig niet, maar dat is even terzijde. Dan hou je dat plakje van dat nagellakje een beetje weg. En eigenlijk daarna heb ik geen problemen meer gehad met dat het opentrekt. Dus dat kan misschien ook nog een dingetje zijn. Dus, hier spreekt iemand met ervaring, hè? Dat is altijd fijn om te horen. Ja, ik denk dat het kan die plak zijn. Het kan natuurlijk ook zijn omdat hij daar heel glad, nog gladder is. Nou ja, precies. Dat zou het ook kunnen zijn. Ja. Maar een goede tip van je. Dankjewel, Letta. Je gaat heel veel designs laten zien. Dus voordat we naar de aangepaste planning gaan en voordat we naar het huiswerk gaan, gaan we nog even een leuk design doen. Ja, gelijk door. Ja. Ik heb al een nageltje gelakt met de Clay Red kleur, 2 laagjes. En deze heb ik mat afgelakt deze keer. En dat is heel belangrijk om... wat we gaan doen met deze stempel, moet je hem echt mat aflakken. Omdat anders het effect niet werkt. Klinkt heel raar, maar trust me, het heeft echt een matte ondergrond nodig. Dus de ondergrond is nou klaar. En dan pakken we de stempelplaten bij. Voor deze gebruik ik nummer 10. En ik ga even kijken, dit design gebruiken. We gaan natuurlijk richting Valentijn. En hartjes kunnen dan altijd. Dus ik zorg weer dat alles wat ik wil gebruiken om te stempelen klaar staat. Even zien, de kaart erbij. Voordat ik ga beginnen met stempelen, heb ik ook de chroom-copper kleur. Is dit, koper. Heb ik openstaan. En daarbij gebruik ik mijn pigment brush. Ja. En die... vul ik een beetje op. En die leg ik naast me neer, zodat ik hem gelijk kan gebruiken. Dus dit is even, zoals Jessica zou zeggen, hats, flats, hup, hup. Maar dat is ook wel nodig met dit design. Stempelen sowieso al, daar moet je een bepaalde snelheid bij hebben. En nu wil ik nog een pigmentje in de stempel gaan inpoetsen. En omdat het nagellak is, het is al snel drogend, omdat het hele fijne, in dit geval, lijntjes zijn. Dus je moet echt wel zorgen dat je alles klaar hebt staan en gelijk door kan. Dus dat ga ik nou laten zien. Voordat je doorgaat, heb ik nog even een vraag van Femke. Ja. Zij vraagt zich, die kleur, hè, die basiskleur die je hebt, ja. Welke was het ook alweer? Dit is de Clay Red. Zij heeft een beetje moeite om die mooi dekkend mooi aan te brengen. Heb jij daar een trucje voor? Heb je daar goed schudden. Mee? In ieder geval, dat is altijd als ik merk van hey, een kleurtje werkt niet helemaal hoe ik hem wil, even lekker goed schudden en goed dun werken ermee. Ik werk dan het liefst met 3 dunne laagjes dan dat ik 2 laagjes en dat ik daarna denk van oh ja, nee. Dus ja, dun werken denk ik en goed schudden. Ja, en die tweede laag ook echt zwevend aanbrengen, hè? Ja. Zodat die echt tussen het kwastje en het nageloppervlak, dus de eerste laag heel dun, altijd heel dun.
mag zelfs transparant dun zijn. En de tweede laag zwevend aanbrengen en dan krijg je hem mooi glad. En dan even geduld hebben dat hij uit zichzelf glad trekt. Dat is ook nog een tip. Nou, alles staat klaar. Ja. Ik ga de camera ietsjes uitzoomen voor het overshotbeeld. Oké. Okay. Dan wachten wij nog even. Ja, kan ik al door? Dan gaan we stempelen. Dus ik ben redelijk snel met het stempelen, maar dat is ook echt belangrijk bij stempelen in het algemeen. Schraap er overheen, pak hem op en ik duw hem op de nagel. En ik pak gelijk mijn penseel erbij en ik ga zitten deppen. Dep, 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 dep. En nu denk je van, nou, oké, leuk. Maar ik laat hem even, ik hou de spanning erin. Draai mijn potje pigment dicht. Daar ben ik enorm panisch mee. Het is me nog nooit gebeurd, maar zul je zien dat als ik een keer denk van, oh, het gebeurt me toch niet, ligt het ineens allemaal over de tafel. Ik maak mijn stemper schoon. Een paar keer daar overheen, die zet ik weer aan de kant. Draai mijn flesje dicht. Pak een schone nail wipe. Een beetje aceton erop. Lekker poetsen. En zo zie je ook, er zit helemaal geen residu meer op. Hij is echt helemaal schoon. En langs mijn schrapertje. En dat leg ik dan weer aan de kant. In de tussentijd staat die er weer leuk. Ik zou even mijn vingers ook schoonmaken. Ik heb al nieuw hard genoeg op mijn vingers. Zo. Pak ik weer het pigmentje brusje en ik ga met een poetsende beweging eroverheen. En langzaam maar zeker zie je al een beetje dat het overtollige pigment verdwijnt. En door de warmte van je vinger buff je dat echt een beetje in. Ik gebruik hier ook altijd een wat groter penseel voor. Fluffy brush kan ook. Ik heb deze ooit eens een keer van mijn zus gekregen. Die krijgt van die goodie boxes thuis en die gebruikt er de helft niet van. Dus dan is het van, nou, alsjeblieft voor jou. En deze is ideaal voor dit soort designs. Iris vraagt zich af, of die komt met een comment. Intussen laat je het design dus even intrekken. Ja. Als het ware. Ja. Het is natuurlijk nagellak, dus het is vooral met zo'n klein lijntje is dat zo droog. Maar ik gebruik die tijd altijd om dus het schoon te maken en mijn spulletjes weer weg te zetten. Dan weet ik zeker dat ook wanneer ik dus nu met mijn vinger en met het penseel over dat nageltje ga, dat ik niet het weer weghaal en dat ik weer zwarte lijntjes ga zien. Dus ik geef het echt even de tijd om vast te plakken eigenlijk aan die nagellak. Ja, en Gemma vraagt, als je nou met zwarte liner gel dit zou hebben gestempeld, kan ook. En je hart het uit, hoe doe je dat dan? Kan ook, dan zijn de stappen iets anders. Hoe ik het doe, is ook weer, ga er een beetje mee spelen, kijk wat voor jou prettig is. Als ik liner gel gebruik, dan breng ik dus een beetje liner gel aan op de plaat, schraap ik dat er een paar keer in de afbeelding, pak ik het op met een ander stempelkussen trouwens ook, kan ik ook wel even laten zien. Oh, ja. Deze gebruik ik voor de nagellak en deze voor de pigmenten en de liner gel. Zit er ook nog een beetje glittertjes in zitten. In de loop van tijd wordt dit vanzelf dit. Dus, als je het veel gebruikt wel. Ja, precies. Dus als op een gegeven moment deze een beetje op is, ga ik hem ook voor de liner gels en de pigmenten gebruiken. En dan koop ik weer een nieuwe voor de nagellak. Dus dan heb ik de liner gel op mijn stempelkussen zitten. Hou ik hem één tel voor de lamp. Dan druk ik hem op de nagel. En dan doe ik hem weer even 10 seconden in de lamp. En dan ga ik het pigment inpoetsen. Dan hou ik hem, of vind ik, dan krijg je mooie strakke lijnen. En dan krijg je wat meer juist een chroom effect. In plaats van een glitter effect. Van dat pigmentje. Want dat ga ik straks ook nog laten zien met een andere manier van aanbrengen van dat pigment. Dan hou je wat meer een glitter effect in die chroom. Dus het is een beetje wat voor effect je wil creëren. Oké, cool. Wat leuk. En dit kan ook met stempellak, denk ik, hè? Want ja. Dat vraagt namelijk Karin zich af. Denk maar het wel. Dan ook eventjes laten settelen. Ja, het is belangrijk dat je dus wanneer de stempel op de nagel zit, gelijk. En ik dep het dus eerst. Niet gelijk gaan poetsen, want dan kan de lak natuurlijk ook weer een beetje gaan uitvegen. Maar echt eerst deppen. Pigment erop deppen.
dan je spulletjes gaan opruimen, stempelplaat schoonmaken en dan voorzichtig gaan poetsen. En dan poets je als het ware echt die glans erin. Dus ik denk dat dat wel kan, maar ga het proberen. Zo. Dit is natuurlijk al hartstikke leuk. Glans, topcoatje, mat topcoatje eroverheen. Dus allebei een heel gaaf effect. Ja, ik vind het echt heel leuk dit. En super simpel. Ik bedoel, doe dit over een hele mooie nude kleur met een zilver of juist een goud. Dat is ook hartstikke tof voor een bruidje of zo. Natuurlijk. Maar we gaan hem nog wat aanzetten. Ik hou van gepriegel. Dus dat gaan we hier ook bij doen. Wat ik daarvoor ga gebruiken is de Cat Eye Top Gel Silver. Die breng ik een beetje aan op mijn paletje. Ik heb echt maar een klein beetje nodig. Dus ik doe maar een klein druppeltje. Zo. Monique heeft gemist waarom je twee verschillende stempers hebt. Maar dat is de ene stempel gebruik je voor nagellak. En de andere stempel gebruik je wanneer je met liner gel stempelt. De oudere, dus de wat grovere, is voor met liner gel. En de nieuwe, mooi glanzende siliconen stempel, die is voor je nagellak. Maar kijk het maar terug hoor, dan wordt het helemaal uitgelegd. En Jascha die zegt, ik doe mee, mijn hele tafel staat vol. Alles aan alles staat erop en dan moet er ook nog ondertussen nagels of foto's maken. Nou, ik leef met je mee. Jij bent wel heel gestructureerd, moet ik zeggen. Die tafel is echt een streling voor het oog. Ja, ik ben daar wel een beetje, ja, autistisch klinkt altijd een beetje gemeen, maar perfectionistisch autistisch in. Moet zeggen dat als ik echt zelf dingetjes aan het proberen ben thuis, dan is het wel wat chaotischer hoor. Maar vooral met dit soort dingen als demo's en zo, dan vind ik het ook wel fijn van, oh, dat heb ik daarvoor nodig en dat moet ik zo pakken. Dus dat, ja, daar ben ik wel van. Oké, ik heb wat dingetjes op mijn paletje gelegd. Dit is de Glass Yellow en de Glass Red. En dus de Top Gel Silver van de Cat Eye. En die ga ik met elkaar mengen. Ik heb een heel klein druppeltje rood gebruikt. En iets meer van het gele. En ik gebruik mijn spatel om het te mengen. En zoals je ziet wordt dat ook een beetje, ja, een beetje koper oranje kleurtje. En dit gaan we gebruiken om een paar hartjes in te kleuren. Je zou kunnen zeggen van, nee, dat deed ik vanochtend ook al fout, dus nu doe ik het weer verkouw. We gaan hem eerst aflakken. Want de topgel heeft natuurlijk geen plaklaag, dus die kunnen we aan het eind eroverheen aanbrengen. Dus we kunnen deze al aflakken hoe we hem willen. En ik ga hem mat aflakken. Maar zoals ik net al verteld heb, ik gebruik eerst een glans. En daarna de topcoat die ik wil om hem echt af te zielen. En omdat ik nu met pigmentjes heb gewerkt, gebruik ik een topcoat die ik alleen voor pigmentjes gebruik. Want soms dan heb je nog ook weer, net zoals wat ik bij het eerste design zei, dat er wat pigmentjes gaan drijven en in je kastje terechtkomen. En dan heb je een volgend design en daar zit ineens allemaal glitters bij, terwijl je totaal geen glitters gebruikt. Hè? En toch vind ik hem zo ook al echt heel mooi hoor. Dit is ook al heel tof. Ik bedoel, in mijn ogen is dit echt easy stamping. Dit is, zoals Jessica zou zeggen, had flats en zit erop en doei klant, tot de volgende keer. Ja, echt heel leuk. Dus ja, je kunt het al hierbij laten. Maar zoals ik al zei, ik ben en van de stipjes en van de kleine dingetjes toevoegen. Dus dat gaan we nou ook doen. Ik zet hem even 30 seconden in de lamp. En daarna ga ik hem dus aflakken met Angelique Pullens die vraagt of je het stukje over hoe je met liner gel stempelt, of je dat nog een keertje zou willen herhalen. Want het ging zo snel. Dus misschien dat we dat gewoon nog even, want hij moet toch even uitharden. Dus hoe doe je dat ook alweer? Ik ga eerst even dan de mat zo aflopen. Oh ja, want dat is helemaal wat slim. Langer in de lamp. Ja. Maar ik kan het op zich ook wel even laten zien, de stapjes. Want met liner gel heb je ook geen tijdsdruk. Dus dat kan ik wat langzamer ook laten zien. Eerst even de nagel aflakken. En nu dus de matte topcoat. Extreme mat. En omdat dit de topcoatlaag is, dus de allerlaatste laag over de volledige nagel, doe ik hem nu ook gelijk 1,5 minuut in de lamp. Wanneer ik een matte laag gebruik tussendoor, doe ik hem gewoon even 30 seconden. Maar omdat dit het laatste is, doe ik hem echt 1,5 minuut. Maar dan hebben we nu dus mooi de tijd om even zien. Dan doe ik het met liner gel black, dus wat makkelijker te zien. Ook weer even die eronder.
Dat doe ik in de salon ook. Ik heb er altijd een tabletouw onder liggen. En dan puur onder het, je ziet het hier ook wel een beetje, waar ik mijn stempel op of mijn schraper op uit duw. Want anders zit mijn handdoek in de salon er helemaal onder. En dat is natuurlijk zonde. Ik zou hetzelfde afbeeldingje even gebruiken. En daarvoor gebruik ik altijd een penseeltje. Even zien. Stempelkussen erbij. Pak nu dus de... Dus de wat mattere, doffere stempelkussen? Ja. Pak een beetje lijnetjel op. En je kunt, het ligt natuurlijk een beetje aan de grootte van de nagel, maar je kunt ook zeggen van, nou, ik heb maar de helft nodig van het design. Dit is een aardig groot vlak. En voor zo'n voorbeeldnagel, die zijn vaak wat langer en wat breder, dus dan heb je echt wel alles nodig. Maar als ik naar mijn klanten kijk in mijn salon, heb ik niet zoveel klanten die ook daadwerkelijk de lengte hebben van mijn showtips. Dus dan kun je alweer sneller zeggen van, nou, ik pak bijvoorbeeld de helft maar van de stempelafbeelding. Dus dat moet je ook een beetje kijken naar wat past op de nagel en wat je wil maken. Dus ik zou nu voor het voorbeeldje gewoon even een klein stukje pakken. Dus dan poets je dat een beetje in. En het mooie is, dit kun je nou gewoon laten liggen. Dus dan kan ik ook even kijken, volgens mij heb ik nog ergens een nageltje liggen. Dan kan ik natuurlijk ook even laten zien hoe je dat inpoetst. Zo. Toevallig dat die al mat was, alsof het zo had moeten zijn. De gel zit erop. En dit druk je er ook in. Dus dan zie je het op deze manier. Ja. Zit hij op de stempelkussen. Zet ik mijn lamp. Je pakt hem ook wel heel lekker vloeiend op, hè? Ja, ik doe het ook met enige regelmaat. Dus ik zet even de lamp aan en ik hou hem ervoor. Gewoon één tel. Dus de lamp staat aan. Ik stop hem er niet in de lamp, maar ik hou hem echt ervoor dat hij wel wat licht pakt. Maar niet volledig of al begint uit te harden. Dus nu kan ik hem op de nagel drukken. Zoals je ziet heb je nu een beetje zwart van wanneer je dus geschraapt hebt. Dat kun je eraf buffen. Dat laat ik nu even hoe het is. Die even dicht. En dan doe ik hem weer even 10 seconden. Hebben we natuurlijk, normaal gesproken hebben we dan de polish corrector pen. Hè? Dat is echt hier in de studio het onmisbare item. Waarmee je alles kunt corrigeren. Maar het gaat nu even om de techniek. Ja. Ik wou zeggen, het nageltje wordt niet... Ik pak gewoon even dezelfde kleur, want die zit nog op mijn brush. Oh, Jessica zegt nog, als je nou met liner gel white stempelt, moet je hem nog korter voor de lamp houden. Ja, klopt. Oh, dat wordt snel dan. Ja, het is echt hup hup en weer klaar. En nou gaan we hem weer erop deppen. En nu met de nagellak zou je zeggen, ik ga mijn spulletjes opruimen. Deze zet ik nu dus even in de lamp om uit te harden. En daarna ga ik mijn spulletjes opruimen. Waardoor hij hem ook dus net als de nagellak goed vast gaat pakken. Ja, precies. Dus mijn potje pigment gaat weer dicht. Ik zie heel veel mensen in de comments dat de tafels allemaal te klein als ze aan het stempelen zijn. Herkenbaar, heel erg herkenbaar, ja. Ik zit nu door de coronatijd, door de lockdown, ben ik zo goed als ingetrokken bij mijn vriend. Ik zit daar nu dus ook al vanaf halverwege december. En ik heb mijn halve salon leeggehaald met mijn trolley en mijn koffers en alles staat nu bij mijn vriend. Dus ik heb zijn eettafel ingenomen. Die staat helemaal vol. Heel herkenbaar hoor. Ook als ik me thuis aan het voorbereiden ben op een workshop, op een live workshop, staat ook het hele huis vol. Ja. Overal. Want dan, dat is gewoon hoe we het nu doen. Ja, maar dat maakt het niet minder leuk. Dat maakt het ook wel leuk kneuterig. Nou, ik ben ook heel blij dat ik nu in ieder geval nog wat met nagels kan doen in de lockdown. Dus ik ben heel blij dat mijn vriend het niet al te erg vindt dat zijn hele huis bijna vol staat. Even kijken. Met het schoonmaken van het kussentje, omdat dit natuurlijk... onuitgeharde gel is. Ik zou hem zo laten zien. Dit zou je nog een keer kunnen gebruiken. Ik weet alleen niet of dat zo handig is om te gebruiken bij de manier wat we net hebben gedaan, om er pigment in te poetsen. Want ik denk dat hier nu, er zit nog wel gel op, maar ik denk te weinig om dat pigment vast te houden. Dus als je dat op twee nagels zou doen met de liner gel, zou ik gewoon lekker dit schoonmaken
door dus het op een kledingroller eraf te rollen. En dan weer het vanaf het begin af aan te doen. Zo. Kelly Vermeulen vraagt, je moet dus altijd de liner gel 1 seconde voor de lamp houden. Bij de zwart is het 1 seconde en bij de wit is het dus nog korter. Ja. Een halve seconde of zo. Dus het is, als dit de lamp is, ervoor en weer weg. En met de zwart is het ervoor en weer weg. Ja. Nou, precies. Zo ongeveer. Je kunt het proberen om het niet te doen. Dat je gewoon dus oppakt en gelijk op je nagel het aanbrengt. Alleen, ik ben een beetje... hoe zou ik het zeggen? Bang dat ik dan de afbeelding een beetje ga... dat hij dat gaat doen. Ik weet, omdat die 1 tel voor de lamp is geweest... of nog niet eens 1 tel... dat die lijnen op zijn plek blijven. En als ik dat niet doe... en ik ga hem drukken... en ik geef misschien net even iets te enthousiast... wat druk op die nagel... dat die lijntjes dan ineens wat breder... of wat lomper eruit zien. Dus voor mij is het een beetje hoe zou ik het noemen? Safe maniertje om te zorgen dat die lijnen echt strak zijn. Oh, deze moet ik hebben. Hij is uit de lamp. En dan ook weer met het penseeltje inpoetsen. Yes. Ja, het is toch echt heel... Het gaat echt heel mooi glanzen, Aletta. Ja, tof, hè? Ja. Het is en net dan, liquid gold. Dit is dus ook echt wel, wat ik net ook al zei, belangrijk om het dus met een matte ondergrond te doen. En nu zie je dat ik niet alles mooi heb verwijderd van de plaat, dus dat er een paar lijnen in zitten. Maar het ja, idee maar is ook wel iets moderns. Ja. Ja, nou ja, het is... ja. Je kunt overal spin aan geven natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, dit is een beetje in snelle lijnen hoe je het met liner gel doet. Nu we het toch over gels hebben, er is iemand die heeft nu al 2 keer gevraagd, dus ik doe hem nu eventjes. Kun je ook stempelen met enchanted color gels? Heb ik nog nooit geprobeerd. Maar ik denk ook dat dat lastig wordt. Want het zijn een beetje glittertjes die erin zitten. Een beetje groen. Ja. En misschien sommige designs wel. Omdat het wat grotere vlakken zijn. Maar bijvoorbeeld zoiets als deze hartjes. Dat is zo fijn. Ik denk dat die glittertjes dat niet heel mooi wordt. Dat het een beetje ruwig. Ja. Zou ik proberen het. Maar dan zou ik het meer bij de bredere designs doen. Maar we gaan binnenkort wel wat meer met de Enchanted Color Gels doen. Dus dan krijg je vast veel andere ideeën die je ermee kunt doen. Jessica merkt ook nog op dat je kunt wel stempelen met je liner gel bijvoorbeeld zonder hem voor de lamp te houden. Als je met name bijvoorbeeld een sugar design wil maken. Want dan heb je natuurlijk wat meer massa nodig. Ja. En dan heb je wat meer nodig, dan heb je een nattere gel nodig. Ja. Maar dan moet je dus wel met zorg en behendigheid het oppervlak eventjes of hem even zachtjes opstempelen. Ja. Nou, Angelique heeft het helemaal op kunnen schrijven, hoe je dus moet stempelen. Helemaal top, Angelique. Gelukkig. Dus speciaal voor jou. we gaan terug naar dat mooie design. Ik ben wel heel benieuwd, want ik vind hem dus eigenlijk zo al helemaal geweldig. Maar wat nu? Oeh, spanning en sensatie. Ik heb dus dat mixje, wat ik net heb gemaakt op mijn paletje, heb ik erbij gepakt. En ik pak mijn detailer 1 erbij. Zou je ook met de Katharina's Choice of Jessica's Choice penseel kunnen doen? Het ligt een beetje aan wat je voorkeur is. En ik ga wat hartjes inkleuren. Dus ik pak een beetje op mijn penseel. Echt maar een heel klein beetje. Ik weet niet of het te zien is. Maar dat minimaal. Is wel heel weinig. Het is echt meer een druppeltje. En nou ja, wat lijkt me leuk. Hier zo eentje. Ik zet het druppeltje neer en ik trek hem deze kant op. Ik pak weer een beetje op. Zet het druppeltje neer. En dan verbindt hij al met diegene die er al stond. Als dat staat, hou ik mijn magneet er even boven. Voor een paar tellen. En dan gaat hij even de lamp in. Dit kun je, ik doe het nu per hartje. Je kunt ook zeggen, ik pak er 3. Hou de magneet er even boven en ik zet hem in de lamp. Ik ben dan nog wel weer zo kieskeurig dat ik echt precies de lijn van het cat eye op een bepaalde manier wil hebben. En als ik er meerdere per keer ga doen, dan ziet dat er toch anders uit. Maar ook weer wat je zelf wil. Dat geeft wel een leuk speels effect. Ja, zeker. Hij is even 10 seconden in de lamp geweest. En dan vind ik het nog wel leuk om die te doen. Hetzelfde, ik pak een druppeltje op. Zet hem neer. En ik trek hem naar waar ik hem hebben wil. Ik ga hem er even een paar tellen boven. En je ziet hem al. Ja, leuk. Wiebelen. En ik probeer ik probeer hem nou echt in een lijn in het midden van het hartje te krijgen. Dat wanneer je hem dus beweegt, dat hij dat doet.
Nou, dat is natuurlijk wel leuk. Als je dan als klant dat op je nagels hebt. En dan ga je zo met je nagels heen en weer. En dan zie je zo die hartjes eigenlijk bonken. Van liefde en van verrukking. Dat is wel heel leuk, ja. Ik kan me nog iets bij voorstellen. En nu heb ik het echt allemaal een beetje kleur op kleur op kleur. Maar pak een pastelroze als ondergrond. Een mooie roze of rood voor het stempeltje en het inpoetsen. En een rood ook voor de hartjes. Dan heb je iets meer contrast in de ondergrond en de hartjes. Maar dat is ook hartstikke leuk. Dus ook weer, kan er alle kanten mee op. Ik zou er nog een paar doen en dan zou ik het eindresultaat laten zien. Want anders dan ben ik heel lang bezig. Dus nogmaals, stipje. Iets naar het puntje trekken. En dit is niet zozeer om volume te geven, maar meer om de hartjes in te kleuren. En wat ik net dus ook al zei, waar ik me weer op versprak, deed ik vanochtend bij de trainertalk ook. Je kunt zeggen van, ik lak hem bijvoorbeeld glanzend af. Dan zou je eerst de hartjes in kunnen kleuren en dan alles weer aflakken. Maar omdat ik nu specifiek de ondergrond mat wilde en de hartjes glanzend, is het slimmer om dus eerst het mat te doen en dan de hartjes in te vullen. Dan krijg je echt dat mat glanzende contrast. Ik krijg een hele leuke reactie binnen van Sophie. Zij zegt, ik lees hem even voor. Komt hier net de postbode een pakje geven? Ik denk, joepie, mijn bestelling is er van Magnetic. Doe ik dat pakketje open, denk ik, dit heb ik toch helemaal niet besteld. Het blijkt dat ik iets gewonnen heb. Dat wist ik niet. Ik moet de aflevering van Gino nog terugkijken. Die had ik gemist. Dit is de eerste keer dat ik iets gewonnen heb in mijn hele leven. Super bedankt. Echt super gelukkig ben ik hiermee. Jullie hebben mijn dag goed gemaakt. Nou, dat is heel fijn om te horen. Wat super leuk. Wat leuk om dat zo mee te maken. Ja, ja. Kijk een keertje niet. Dan win je toch? Dat is superleuk. Een leuke verrassing dan, ja. Oh, ik hoor hier dat het van Syriza was. Ja, dat was het pakketje van Syriza. En dat is ook zo bij Bianca. Die zegt ook, de postbode stond net met mijn gewonnen pakketje voor de deur. Nou, het lijkt wel prijzenslag, maar dan van afstand. Dat is leuk. Nou, dat maakt het extra speciaal om er dan toch bij te zijn op dit moment. Nou, hoeveel hartjes ga je er nog bij doen? Nou, ik denk dat ik het voor het uitleggen nu erbij laat. Dus ik heb er nu 2 boven en 2 onder. Je kunt ook weer alles invullen als je wil, of een paar. Misschien is ook dat je juist eentje inkleurt. Dat is ook heel leuk. Maar ik heb natuurlijk weer een voorbeeldje liggen. En daar heb ik er alweer wat meer ingekleurd. Ach, wat leuk. Ook leuk met die glitter erbij. Nou, die past dus echt perfect, vind ik, bij die koper. Ja. En zo kun je het dus heel mooi combineren. Ik heb het nu met 2 gedaan, dus ik zie dat dan een beetje van bijvoorbeeld de pink en de duim in de glitter. En dan deze op de ringvinger en dan die op de wijsvinger en de middelvinger. Maar je kunt het helemaal in elkaar flansen, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Ja, het is hoe je echt het heel wil. Leuk. En daar heb ik nog weer wat variaties op. Deze heb ik vanochtend laten zien. Ja, mooi. Hier heb ik prachtig. De stemming. En dat is ook met die Cat Eye Top Gel? Ja, hier heb ik alleen de Cyan glas erin gemengd. Want die past dus, vind ik, weer heel mooi bij deze pigment. Ja. Want die heb ik dus weer hier op de stempel ingepoetst. Anneke Thijssen vroeg van die nagel van Tunet. Wat is die glitter? Welke glitter is dat? Deze? Ja, dat denk ik wel. Dan moet ik even spieken. Dit is volgens mij Isabella dan. Van de glitter. Oh, dat is een glitter gel polish. Ja. Oh ja, ja dan ja. Is dat Isabella, ja. Ja. En die heb ik bijvoorbeeld hier. Heb ik, of dat is Pulcinella? Is dat is de zilveren, dacht ik. Ja, ik ben heel slecht in die uitspraken, sorry. Nee, dat is goed. Pulcinella. Pulcinella. Dat is de zilveren. En hier heb ik dan ook de cyan glas overheen gelakt. Dus dat matcht dan weer heel mooi bij elkaar. Maar je kunt ook zeggen, ik pak hier de Cat Eye Silver en daar lak je weer de cyan glas overheen. Dan heb je ook weer het Cat Eye effect wat ook in die stempel zit. En in die stempel, hè, want ik vind die echt heel mooi. Van welke plaat komt die? Dan moet ik ook weer even spieken. Die heb ik toevallig hier al klaar liggen voor het volgende design, dus dat is handig. Oh, dat is plaat nummer 16, Stained Glass. Oh. En daar komt deze niet vanaf, maar dit is ook nog een ander design. Oh, nou. En hier heb ik dus de turquoise chroom gebruikt. En de top gel gemixt met de
green glass. Ja, echt super. Echt maar een druppeltje. Maar dan krijg je dit effect. Dus het is, ik vind het heel leuk om dit als een full cover te gebruiken. Zo'n soort design. Ietsjes meer naar beneden, want dan kunnen we ook een screenshotje maken. Ja, oh leuk, zo? leuk. Maar probeer het bijvoorbeeld met een bloemetje. En schilder de bloemblaadjes in met een ketaitje en dan gemengd met de glas. Dan krijg je ook al een heel tof effect. Medi stuurt je een roosje en zegt, wat is dit mooi. Kijk, lief, dank je wel. En iedereen vindt het helemaal mooi. En Iris vraagt, kun je die paarse ook nog even laten zien van Toinette? Van de eerste? Ja, dat denk ik wel, ja, want zeker. Dat was de enige paarse die ik heb gezien. Ja, dat is deze. Nou, dus dat is dan de paars pigment ingepoetst? Ja, de neonpigment. In de plaklaag? Ja. En daar heb je dan die weer afgesield? Ja. En dan zit daar ook weer een stempel overheen? Ja. Dus plaklaag van de White is White, daar heb ik de neon in gedept. Niet zozeer ingepoetst, maar ingedept. Oh ja, sorry. En dat even vastgezet in de lamp, afgelakt, gebufft, gestempeld. Her en der ook weer witte stipjes ingezet. En dat weer afgelakt met een glanzende top. Ja, prachtig. En wat is die paarse kleur? De glitter of de... De glitter? Dit is de Fuchsia to Go-Go, dacht ik. Oh, die limited edition lak. En dit is de Pastel Purple. Alleen volgens mij is die niet meer in het assortiment. Maar de... Oh, heet die nou? Die zomerkleur van die cocktail lakjes. Violet. Kom binnen alsjeblieft. Lady Violet. Ja, die is ook heel mooi te combineren hierbij. Die is net wat knallender. Deze is iets zachter. Dus die is er ook heel tof bij. Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij gaan we nu alweer naar het volgende design, hè? Ja, kan ik... of heb je nog... Nee, comments? Ik ga dan eerst even... Ik zie al dat mensen hier vragen... Huiswerk, huiswerk. En ik, Wendy Maria zegt, ik wil de voorbeeldjes maken, dus ik kan dit gelijk als huiswerk doen. Dus dan heb je die voorbeeldjes ook natuurlijk meteen. Ja, dat is ook waarom we dit op deze manier doen, zodat jij straks helemaal bent voorbereid op je klanten als ze weer open mogen gaan. Voordat we daarover gaan praten, eerst het huiswerk van Aletta. Wat moet je doen om mee te doen? Maak 3 setjes van 5 nagels, waarbij minimaal 1 design met een stempel waar je ook iets met pigmenten bij hebt gebruikt. Maak even een screenshot, want het is best een lange zin. Dus 3 setjes van 5 nagels, dus 3 composities, waarvan op 1 nagel er een design is gemaakt, minstens 1 nagel met een stempel waar je ook pigmenten bij hebt gebruikt. Dus dat is het huiswerk. En wat moet je dan doen met dat huiswerk? Wat zijn de regels? Nou, dat weten jullie natuurlijk intussen wel, maar je hebt 1 week de tijd, dus tot 10 februari de tijd om je huiswerk in te sturen. Stuur dat huiswerk alleen in via die link, hè, in het album Easy Art and Stamping. En als je dan nog verbeterpunten hebt, dan neemt de trainer contact met je op en krijg je een herkansing. Je krijgt natuurlijk ook tussendoor feedback. Dat wordt altijd namens de trainer gedaan, want dat komt allemaal op 1 centraal punt binnen. En zowel Wendy als Linda behartigen al die inzendingen. En zijn er nou nog specifieke dingen, dan neemt de trainer contact met je op. Als je dat allemaal hebt gedaan, dan mag je natuurlijk daarna je foto's plaatsen in de Nail Talk Live groep. Om elkaar te enthousiasmeren. Ja, het is wel... Dus het zijn 15 nagels, hè? 3 setjes van 5 nagels. Wel heel erg leuk. En die setjes, die moet je dan dus ook klaar hebben liggen. Straks, voor als je klanten weer mogen komen. Wat kun je winnen? Nou, dat is dit. Da-da-da-dam. Dat is dit prachtige pakket. Een stempelplaat Jamrock. Nog een stempelplaat. 3 chroompigmenten. Een scraper. Een stempel. De zwarte Next nagellak, waarmee je dus geweldig kunt stempelen. En de silicone shaper. Die ook echt heerlijk is om mee te werken. Ik zie dat er gewoon mensen allemaal de prijzen net binnen hebben gekregen. Meegeef jou het compliment dat jouw kleurcombinaties zijn ook echt prachtig, Aletta. En ja, dat is echt waar. Niet heel hysterisch, maar zo mooi. Ja, ik ben echt heel erg van het kleur bij kleur. Ik vind, ik heb ook wel designs waar je dan 1 hele felle kleur en dan een wat zachtere kleur. Maar ik ben toch wel heel erg van blauw op blauw of roze bij roze of dat soort dingen. Dus dat, net iets rustiger, denk ik, ja. En natuurlijk moet je wel step-by-step foto's maken tussendoor. En verwerk die ook in je inzendingen, want dan, dat is 1 van de regels voor het huiswerk. Nou, ik had het net al verteld. We hadden natuurlijk vanwege de corona-lockdown, hebben we alle lessen ingepland, de e-workshops ingepland, tot en met aanstaande maandag. En aanstaande vrijdag kun je
de volgende workshop kijken, namelijk van Jessica. En Jessica, als jullie dat op Facebook hebben gezien, die is al de hele week bezig met gezichten maken in alle hoedanigheden. Want aanstaande vrijdag gaat zij portretten maken op nagels. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen. Natuurlijk ondersteund door Syriza en Wendy achter de knoppen. Maar dat wordt zeker ook een workshop die ik ga terugkijken. Gewoon eventjes leren hoe je dat nou eigenlijk moet doen. Want er zijn wat regels voor en ze heeft echt zulke mooie, coole dingen gemaakt. Aanstaande maandag hadden we dan nog gepland staan. En dat was Michelle Taribuka. En zij gaat dan met art aan de gang. En zij gaat dan ook nog iets anders leuks bekendmaken. Maar wat dat art nou precies is, daar komen we vrijdag nog op terug. Maar we gaan dus art toepassen op iets anders dan een nagel. Dat is wel heel erg leuk. Nou, gisteren gedurende de middag ging het natuurlijk al gonzen, hè? Eigenlijk vanaf het weekend al van jeetje mina die lockdown. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat die wordt verlengd. En gelukkig mogen de kinderen weer naar school toe. Maar gisteren zaten we allemaal naar premier Rutte te kijken. Althans, ik zat op de bank en ik zat te kijken. En we zijn al in de middag begonnen om onze trainers te contacten. Met de vraag, hebben jullie nog leuke ideeën voor e-workshops? Omdat we natuurlijk jullie wel het liefst zoveel mogelijk willen inspireren tijdens deze dagen. En natuurlijk ook willen motiveren. Nou, alle trainers waren weer super enthousiast. Ik kreeg allemaal e-mails binnen. Iedereen, oh, dan kan ik en dit en dit en dat en dat. Dus we hebben onze planning voortgezet tot en met 1 maart. Dus wat kunnen jullie nog meer verwachten van Neil Talk Live? Dat is volgende week woensdag 10 februari. Syriza is er dan weer en zij gaat milk bath nails maken. Dus die nagels met iets verstopt erin, met iets een beetje eroverheen, een beetje erin. Een beetje babyboomerig, maar dan toch weer anders. Ja, ik vind dat een superleuke nagel om te maken en Syriza kan hem als geen ander. Dat is dus volgende week woensdag. Op vrijdag is het dan de beurt aan Mirjam Zwart. En Mirjam gaat met plastigel werken en gaat bloemetjes maken met plastigel. Dus vond jij het nou lastig om met acryl te werken, dan kun je dus met plastigel werken. Een hele e-workshop over de mogelijkheden met plastigel. Dan de maandag daarna, dan zijn we intussen al op 15 februari, komt Aletta terug en dan ga jij stained glass designs maken. Nou, ik ben gek op glas in lood. Ik vind het prachtig. Dus ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat inhouden. Maar we gaan nog niet te ver op de zaken vooruit lopen. Want ik zou bijna zeggen, Aletta, laat er vast wat zien. Maar dat doen we later. Nou, daarna is het dan de tijd voor, is het weer de beurt aan Cheryl. En Cheryl gaat salon art maken met als naam Simplicity. Er is een trend van minimalistische nail art, hele ingetogen nail art, hele bescheiden nail art. En Cheryl gaat jou heel veel mogelijkheden laten zien hoe je dat kunt aanpakken. Gaat met de fashion stickers werken, gaat met allerlei verschillende producten aan de slag. Dus dat wordt ook weer helemaal leuk. Simplicity, alleen het woord is al genieten. Daarna is het de beurt aan Anjo. Anjo gaat mixed art techniques laten zien. Dus hij gaat verschillende technieken met elkaar combineren. Handpainting met misschien acryl design, misschien wat plastigel, misschien wat air nails. Ze is druk bezig voorbeelden te maken. Natuurlijk, sinds gisteren is iedereen druk bezig. Maar in de loop van de tijd laten we zien wat het wordt. En ik vind in ieder geval ontzettend leuk dat Anjo ook een keertje komt. We kennen Anjo natuurlijk van de air nails. En de moeder is de moeder van Cheyenne. Maar nu een keertje hier live aan de tafel. Nou, dan zijn we er nog niet. Want dan hebben we op maandag 22 februari Sylvana. En Sylvana die is natuurlijk van de shorties. Van die, je weet wel een beetje wat ik op mijn nagels heb. Maar dit keer gaat ze uit haar box, uit de comfortzone. En gaat ze XXL rhinestone crystal designs maken. Dus langere nagels, grotere stenen, meer de hoogte in. Nou, ik kan me er al iets bij voorstellen. Maar ik denk dat het in ieder geval, ik denk dat ik een zonnebril moet meenemen. Want het zal hier gaan schitteren als een bezetene. Vervolgens is het op woensdag de tijd voor Michelle Taribuka en zij gaat een extreme nail shape laten zien. Michelle houdt van art en houdt van handpainting, houdt van acryl design, maar houdt ook heel erg van extreme nagelvormen. Dus daarmee gaat zij aan de slag. Nou, ik ben benieuwd hoe extreem die gaat worden en misschien neemt ze wel wat voorbeelden mee van haar eerder gemaakte extreme nagels. Dan kunnen we die nog een keertje goed live bekijken. Die waren echt heel erg mooi. Dan zijn we alweer bij vrijdag. En die vrijdag is het dan weer de tijd aan Jessica. En Jessica gaat enchanted stamping art doen. Nou, wat wil dat nou zeggen? We hebben het erover gehad, hè, toen net in de comments. We gaan stempelen, maar dan gaan we die stempels betoveren door ze in te kleuren met enchanted color gels. Die supermooie, mysterieuze, prachtige kleuren. En Jessica heeft er al ontzettend veel zin in. En dat brengt ons tot de laatste. 1 maart, Gino, afgelopen maandag was natuurlijk zijn eerste keer. Superleuk was dat. En hij gaat op 1 maart een workshop geven in one stroke.
Sorry. One stroke. Ik heb dat altijd een moeilijke techniek gevonden. Vandaar dat ik me nu verslik. Want ik zou willen zeggen one stroke, maar ik heb dat nooit zo heel goed begrepen. Maar als Gino dat doet, nou echt fluitje van een cent. Supersnel, supermooi, superleuk. En omdat we natuurlijk toch dat one stroke weer wat terug willen gaan brengen, is dat dus op 1 maart. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Allemaal met maar één doel, met maar één reden. Dat is jullie blijven inspireren en motiveren. En natuurlijk om klaar te zijn dat als we straks dan weer open mogen, we ook een legio aan nieuwe type behandelingen, nieuwe type nail art en nieuwe type nagels hebben om aan te bieden aan onze klanten. Nou, ik ga even een glaasje water drinken. Ik denk dat het tijd wordt om terug te gaan naar Aletta. Hallo, was ik weer. Ik heb heel veel zin in alle workshops die gaan komen en dat ik weer een tweede workshop mag gaan geven. Ik ga daar druk mee bezig. Maar ondertussen heb ik alweer een nageltje voorbereid. Dus kijk maar weer snel mee. Ik heb ook al wat dingetjes klaargezet. Ik heb een nagel gelakt met 2 laagjes White is White. En ook weer de plaklaag, want daar gaan we weer met neonpigmentjes in zitten. Poetsen wil ik niet zeggen, drukken. Ik begin met de neon yellow. Klein beetje. Ik dep hem ook weer een beetje, ik zal het aan deze kant laten zien, een beetje in het dekseltje. En die ga ik in het midden aanbrengen. En dat knalt ook weer. Ja, het is wel dankbaar, hè? Dat neon op dat wit. Ja, dat is echt, ik hou ervan. Zo. Veeg weer mijn penseeltje af en ik pak de tweede kleur op. En dat brengen we er leuk naast. Hoeft echt niet te netjes, als het maar het geel in het midden, oranje ernaast. En als derde kleur de pink. En daar vullen we de rest van het wit mee op. En ik dep het echt ook een beetje in elkaar over. Dit is de achtergrond van het design, dus het hoeft echt niet perfect. En hoe meer of weinig pigment je aanbrengt, geeft ook weer een verschillend effect aan het einde. Zo. Even een beetje dit mooi over laten lopen. Mooier over laten lopen. Dus heb ik mijn penseel helemaal schoongemaakt en dan ga ik heel lichtjes langs. Op deze manier. En dat doe je dus allemaal in de plaklaag? Ja. Ja. Jeetje. En dit kleurenspel, onder andere ook mijn vingers, zet ik even, niet mijn vingers dan, maar alleen de nagel, maar die zet ik even 10 seconden in de lamp. Dat geeft dan ook altijd zo leuk licht. Dat is altijd, als ik iets met neon gel lak of neon pigmentjes doe in de salon, en mijn klanten hebben niet door hoe dat eruit ziet in de lamp, ze schrikken er altijd van. En dan zegt van, wow, moet je kijken. Ik denk, ja, dat weet ik. Die vinden dat altijd, is altijd een spektakel. Draai de potjes weer dicht, want die hebben we niet meer nodig. Over een kleine beetje pigment nou. Hij komt uit de lamp. Druk dan altijd heel voorzichtig even alles weer aan. En zoals je ziet op mijn vinger, ja, komt eigenlijk bijna niks meer vanaf. Dus dat is een goed teken. Maar ondanks dat breng ik nog steeds de topcoat die ik nu ga aanbrengen weer zwevend aan. Even zien. En dan worden de kleuren ook weer wat... Het heeft wel iets weg van een soort batik-achtige... look. Ik hoor in mijn oor, wat is batik? Dat is wanneer je stof gekleurd in gekleurde water, of dus in inkt. Oh, zo'n tie-dye. Ja, zo'n tie-dye. Daar heeft het wel wat van weg. Ja, misschien alleen in mijn ogen, maar desondanks. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Ja. Nou, die gaat weer even 30 seconden in de lamp. Dat is voor mij dus weer mooi tijd om mijn stempelplaat erbij te pakken. En voor deze gebruik ik dus nummer 16, steenklas. En daar zit dus van
Even. Ja, van die van Toenet. Deze. Die blauwe, ja. Maar voor dit design ga ik, moet ik hem even draaien, deze gebruiken. Ja, we noemen deze plaat stained glass, maar het is ook wel een beetje art deco, hè? Ja. Ik vind het echt heel cool. En ik heb hem al, dit is plaat nummer, wat zei ik, 16, dus ik heb hem al een tijdje. Ik ben echt wel, als er een nieuwe plaat uitkomt, ben ik er wel eens een van de eerste bij, denk ik. Maar ik heb hem heel lang in mijn mapje gehad, dat ik dacht van, ja, leuk, maar oké. En op een gegeven moment heb ik met, moet ik het even zien, dit printje, dacht ik, heb ik met zwart, wit en grijs een hele leuke set bij mezelf gemaakt. En toen had ik zoiets van, oh, maar full cover designs is ook super tof. Dus sindsdien gebruik ik hem wat vaker. En dit vind ik ook ideaal om dingetjes, kleine elementjes in te kleuren. Voordat je verder gaat. Ja. Tinka vraagt, lak je nog steeds gewoon met de bezem top of doe je dat intussen met Magic Shine? Eigenlijk altijd als ik een tussenlaag heb, is het bezem top. En als ik dus ook een pigment of een glittertje of iets aflak tussendoor, is het de bezem top die ik speciaal voor glitters en pigmentjes gebruik. Als ik echt een nagel aflak, dus het laatste laagje, als die klaar is daarna, dan pak ik nog wel eens dus de Supreme of de Flex & Shine. Ik heb hier dus nu de Flex & Shine staan. Maar vaak uit gemak, wanneer ik nailartjes aan het maken ben, pak ik eigenlijk altijd gewoon de bezem top erbij, want die staat dan toch al op mijn tafel. Oké, en Cindy vraagt, gaat de topgel niet chippen als je de pigmenten over de gehele nagel aanbrengt? Ligt er weer aan hoe dik je dus dat pigment aanbrengt. En mocht je twijfelen, pak even een white blokje, pak even de randjes, echt alleen maar de randjes mee. En eventueel een bonder langs de rand. En dan kun je hem heel goed afvlakken. Als je twijfelt bij een klant, gewoon twee laagjes topcoat. Dan heb je ook weer net iets wat meer houvast. Maar dan zou ik sowieso wel altijd een bonder erbij pakken. Of eigenlijk en even opbuffen en een bonder erbij pakken. En twee laagjes topcoat om het af te maken. En dat dan is dan echt de haarlijn die je buft? Ja, okay. Precies. Zo. Het feestje is weer uit de nagel. Hier word ik al vrolijk van. Ja, dus zo. Ik pak bij de voorbeeldnagel dus ook altijd de randjes even mee. Vooral als je dus met pigmentjes of glittertjes of pigmentjes werkt. Soms dan heb je net nog van die haakjes die dan uitsteken. En ik maak ook altijd foto's van mijn designs voor op Instagram en Facebook. Maar ja, dan zie je natuurlijk net zoals nu op camera, je ziet alles. Mm-hmm. Dus wanneer je ook maar net even iets, een puntje of iets wat uitsteekt bij zo'n nageltje. Ook weer, ik ben dus enorm perfectionistisch. Daar ga ik mij aan ergeren. Dus dan, ik heb ook altijd zoiets van hoe jij je fotootjes van je showtipjes laat zien. Dat is toch ook wel weer een manier van hoe jij kan laten zien hoe jij te werk gaat in je salon bij nagels van klanten. Dat je echt wel ook naar de kleine details kijkt. En dat is voor mij toch een idee van, dat je kan laten zien hoe je te werk gaat. Ja, dat vind ik een hele goede opmerking van je. Syriza zegt, ik heb weer genoten van je, Aletta. Vanavond gaat ze verder kijken. Je doet het echt super. Dat ben ik ook helemaal met je eens. Dankjewel. Het is een heerlijke uitleg. Het is ontzettend boeiend om naar te luisteren. Jaap merkt nog op in de comments, en dat is voor mij een soort van zelfsprekendheid, maar ik ga het toch even benoemen, dat onze stempelplaten worden gemaakt door Lisanne en Jessica. Lisanne werkt bij ons op de art department. En Jessica is natuurlijk Jessica. Je weet wel, hè? Met het hoge haar. Nee, grapje. Maar die samen maken die stempelplaten. Ik weet dat Lisanne op het moment ook bezig is. Misschien moeten we jouw input daar ook maar eens bij gaan benutten. Nou, dat zou ik wel heel tof vinden. Het is allemaal een in-house ding, dat creëren. En het is zo boeiend om dat te zien. Want dat is één zo'n stempelplaat bevat zo ontzettend veel verschillende elementen, dat daar moet je natuurlijk echt over nadenken. En ook de grootte. En allemaal details, maar dat vertellen we. Dat is allemaal logisch. Even kijken. Stephanie zegt, ik vind die kaartjes fotograferen nog best een dingetje, want ze vindt de kaartjes lelijk. Snap ik. Ja, ik ben ook begonnen in eerste instantie toen met dus echt de kaartjes en dan in een hoek met zo'n mooie, dat je zo'n druppel creëert met zo'n licht erbij. En dat ik hem dan vasthield aan één kant, een beetje op deze manier. Ja. En ik heb dan een programma op mijn telefoon dat ik dan eromheen ging ik blurren. Dus dat werd dan, blurry. Wat ben je nou aan het vertellen? Want ik ben helemaal afgeleid door die nagel die ik zie. Ja, dit is het eindresultaat. Oh, ik zou even wat mooi. Kijken of ik... Jeetje. Nou heb ik hem al wel een beetje verpest, hè?
Even kijken of ik snel op mijn telefoon een voorbeeldje kan laten zien van hoe ik het in eerste instantie deed. Nou, dan laat ik deze mooi zien. Dus dat er omheen is onduidelijk en dan de nagels springen echt naar voren. Dat vind ik zelf heel tof. Ondertussen heb ik het aangepast door het op een papiertje te leggen. Ja, mooi. En dan ook op verschillende hoeken het te laten zien. En uiteindelijk ook nog een filmpje erbij. Dat vind ik dan ook nog wel weer leuk, want die kun je ook weer leuk in je stories plaatsen. Ja, je bent heel actief op Insta, hè? Nou, het wisselt een beetje. Nou ja. Maar ik heb mijn momenten, ja. Ja. Maar ik vind het ook, vooral Instagram, maar Facebook ook, is echt wel een goede manier om ook aan je klanten te laten zien van, kijk eens wat ik kan. Dus ook het laten zien in de salon, maar ook op Instagram en Facebook, vind ik echt wel een tool die je moet, of kan, moet, klinkt een beetje van je moet, maar die je echt wel kan toepassen om je klanten een beetje bekend te krijgen met Nailart. Ja. Dus, leuke tips. Ja, dankjewel. Ik hoop dat iemand er wat mee kan. Al is het er maar één. Nou, Iris zegt ook, goede tip. Sophie de Pauw zegt, jou ga ik volgen op Instagram met 3 uitroeptekens. Wat is jouw Instagram profiel? Nails by the Nail Shop. Nails by the Nail Shop. Ja, als je het mintgroene achtergrondje met het L'tje erop. Ik zal even kijken. Die. Dat ben ik. Nails by the Nail Shop. Ja. Veel volgers, veel berichten ook. Dus heel veel inspiratie. Ja, dus genoeg. We hebben het eindresultaat al gezien, maar ik ben toch wel benieuwd hoe ze dat gaat doen. Want ik was helemaal gewoon in trance door die prachtige nagel. Dat blurren, dat was een beetje in de achtergrond aanwezig. Maar oké, ik zie, je zit klaar. Ja, we gaan door. Nee, mijn Instagram-account heb ik ook echt al een aantal jaar. En als je helemaal naar beneden scrolt, dan kun je ook zien het moment dat ik echt met nagelen begonnen ben. En het is ook wel leuk om te zien hoe dat die verloop is gegaan. Dus mocht je het idee hebben van, nou dat kan ik nooit, kijk maar naar mijn eerste nageltjes. Die zien er ook niet heel netjes uit als je nu terugkijkt. Maar ja, we beginnen altijd ergens. De stempel zit er weer op. Gaan we alles weer schoonmaken. En ook weer, je hebt nu natuurlijk al een hele leuke drukke achtergrond. Dus met een mooi zacht stempeltje erop. Lak hem af en je bent klaar. Maar ik ga er toch nog weer net even iets, net zoals wat ik net heb gedaan, iets inkleuren. Maar minimaal hoor. Zo. Het gaat nu in de comments allemaal over dat ze je gaan volgen, al aan het volgen zijn. Ze zie je nu aan het volgen zijn. En wat nou, het is Nails by the Nail Shop. Ja. Ja, het is heel leuk. Ik moet ook zeggen, dat was wel grappig. Jij hebt op een gegeven moment een filmpje gemaakt met de Adjuster Studio. Dat is die studio waarmee je zelf video's kan maken thuis. En toen had je een prachtig design gemaakt. Die liet je toen net ook die foto zien. Een beetje regenboogglas overgroot. En ja, toen ik dat filmpje zag, toen dacht ik ook echt, nou, dat heb ik je ook meteen benaderd. Ja, dat was zo echt zo. Zo zie je maar filmpje. Hoe dat werkt, hè, social media. Het was meteen, baf, hé, hey, Aletta, ja, kom, kunnen we iets doen met elkaar? Nou, het stomme, dat klinkt een beetje, maar ik was een beetje, laat ik zo zeggen, ik was niet tevreden met hoe dat filmpje was. Want ik was net, die Porter Studio had ik net binnen, dus ik dacht van tof, gaan we uitproberen. Alleen er zitten dus verschillende licht, wat warmer licht, wat witter licht. En daar zat ik heel erg mee te spelen. En dat zie je ook wel een beetje in dat filmpje, dat soms het licht wat feller is en dan weer wat warmer. En dus ik dacht van ja, nee, dat met mijn perfectionistische ik, van dat vind ik niet goed genoeg. En ik heb hem toen toch maar online gegooid. En prompt krijg ik 2 minuten later van Pepijn een berichtje van, oh wat leuk. En dus ja, soms dan twijfel je toch dan net te veel aan jezelf of zo. Of dan, kan heel leuk lopen dan uiteindelijk. Ja, dus zeker. Alles posten, gewoon doen. Oké, ik ben zo benieuwd wat je gaat doen. Ja, ik heb de Liner White er weer bij gepakt en ik gebruik mijn Detailer 3. Ik pak ook even mijn paletje erbij. Want ik heb maar een heel klein beetje nodig. Ik pak een beetje op mijn penseel en ik zet het even neer op mijn paletje. Ik draai het eigenlijk af weer van mijn penseel. En daarmee wat dus nu nog overblijft op mijn penseel, ga ik mee schilderen. En wat ik nu wil gaan doen is ook weer, dit zijn hele mooie bloemetjes, een paar, zoals je net ook al zag, een beetje witter maken. En dat is weer helemaal uit eigen smaak. Je kunt zeggen van nou, ik vind deze hier leuk. En daar houden we het bij.
Of je vult er wat meer aan. Of je doet ze allemaal, maar dat ligt een beetje aan hoeveel tijd en zin en hoe strak je hand is op die dag, denk ik. Dus wat ik doe, ik gebruik een heel klein beetje liner white. En dat breng ik aan de bovenkant van het blaadje. Om het maar even zo te noemen. Dat doe ik bij alle vier. Dan, even kijken. Je kunt hem nu ook, je penseel schoonmaken en het dan uit gaan blenden. Zo heb ik het vanochtend bij de trainers gedaan. En terwijl ik dat aan het doen was, dacht ik van, ja, maar wacht even. Een beetje bezentop ook weer. Om ten eerste instantie je penseel even iets schoon te maken. Maar ook om te helpen met het uitblenden. Want dat gaan we dus nu doen. Ik zet hem net voor die lijn die ik net heb aangebracht. En ik ga het dep een beetje naar beneden uit laten lopen. Het is heel subtiel. Maar als die daadwerkelijk straks getopcoat is, dan springt het toch echt wel wat meer uit. Even weer afvegen aan mijn wipe. En we kunnen weer door. En je gebruikt die base en top dus als een soort buffer om het blenden makkelijker te maken, hè? Ja. En je moet opletten dat je hele kleine bewegingjes maakt als je dit doet. Want als je te enthousiast gaat bewegen, dan wordt die vaak te grof, hè? Ja, precies. En ik gebruik nu de detailer 3. Nou, het is toch schattig. Maar je kunt ook zeggen de detailer 1, als je de detailer 3 te breed vindt. Alleen denk ik dan dat je, zou ik het zeggen, hiermee kun je toch net, je kunt wel meer druk zetten, maar niet gelijk te veel druk. Ja, dat klinkt misschien een beetje krom, maar als je de detailer 1, dat kopje is net te klein, denk ik, om het mooi te blenden. Maar ja, je hebt iets meer kans op streepjes. Ja, ja. Dus laat ik nog even snel eentje aan deze kant doen. Dus je zet eerst hem echt minimaal, het is maar heel klein beetje, aan de topjes van de blaadjes. Hoeft ook echt niet netjes, want je gaat het toch blenden. Haal even wat bezentop door mijn penseel, zodat het wit wat naar boven gedrukt wordt. En daarna haal ik hem langs een droge wipe. En dan gaan we deppen. En volgens mij heb ik bij het voorbeeldje 4 gedaan. En ook wel een beetje opgelet van dat er telkens ook wat één bloemetje waar niks op zit, tussen zit. Maar je kunt ook zeggen van ik pak deze lijn bijvoorbeeld en die ga ik allemaal inkleuren. Of ik pak die lijn en dan juist weer die lijn en hier niet. Wat je mooi vindt, dat is, vind ik juist ook het leuke van dit soort designs. Omdat die basis er al staat, kun je zelf zeggen van nou, ik heb vandaag tijd en zin in om het zo in te vullen. Of ik vind het leuk om dat bloemetje te doen. Of helemaal naar je eigen zeggen. Dus ik denk dat ik hem even ga cure. Eventjes 10 seconden, want ik ga nog stipjes, niet te vergeten de stipjes natuurlijk, die gaan we er ook nog bij zetten. Dus ik zorg nu gewoon even 10 seconden lamp, dat wat ik net heb aangebracht, dat het nergens heen gaat. En daarna, als ik de stipjes heb gedaan, pak ik hem nog weer even wat langer mee. Dus hij is weer uit de lamp. Ondertussen mijn penseel ook even schoongemaakt en weer weggelegd. Desiree vraagt de losse tip waar je mee werkt. Is dat een afgeknipte kolenpop of is dit weer iets anders? Jij kiest er echt voor om dezelfde tip altijd te gebruiken. Hè? Je zou bijvoorbeeld de oval kolenpop kunnen knippen en dan op die manier gebruiken. Jij zoekt echt naar ovale full cover tipjes. Ja. Dat is heel persoonlijk, maar je kunt ook gewone tips gebruiken als ze maar dezelfde maat hebben om het clean te houden. Dan Niels bij Simone, hi. Jij vraagt, je mengt de bezentop met white paint of gel polish? Nee, Aletta gebruikt de bezentop, dus die heeft met de white liner gel een heel klein beetje aangebracht. En met de bezentop blendt ze dat uit, zodat dat mooi die overloop krijgt. Superleuk Aletta, zegt Wendy. Welke plaat was dit ook alweer? Dit was plaat nummer 16, hè? 16. Stained Glass. Ja. Stained Glass. Ja, nummer 16. Even spieken.
Nou, we gaan kijken. Ik ben zo benieuwd. Ik ben er ondertussen een beetje aan het stippen geslagen. Dit doe ik weer hetzelfde als bij het eerste design. Dus ik gebruik mijn Jessica's Choice penseel. Klein beetje gel aan het tipje. En ik zet nu stipjes in de hartjes van elk bloemetje. En ik weet niet of het goed zichtbaar is op de camera, maar hier zie je bijvoorbeeld ook nog rondjes tussen die bloemetjes. Ja. Daar zet ik ook nog weer een stipje in. Oh my. Ja, wat ik zeg, ik maak het mezelf vragen. Oh, maar je hebt maar één stipje in het hartje. Ja, het is echt maar één klop. Nou, dat scheelt. Maar toch ook omdat de stempellak waar ik dus mee gestempeld heb, die is wel wit. Maar die is iets zachter qua witheid vergeleken met de liner gel. Dus je krijgt in dat opzicht ook weer een contrast in wit. En dat vind ik zelf ook wel weer leuk om daar weer een beetje mee te spelen. Even zien, stipje. Ja, het is best heftig door die kleuren, maar het is ook helemaal niet heftig. Het is echt wel cool. Nou ja, en zoals je net zag, ik heb hem gecombineerd met lekkere felle kleuren en felle glitter erbij. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van nou, ik combineer het met een wat zachtere kleur. Of juist met zwart, dat dit dan nog meer knalt. Ja. Dat is ook heel tof. Ja, ik was net zo afgeleid door het eindresultaat dat ik eigenlijk niet heb gezien wat er omheen zat. Nou, ik laat hem zo nog een keer zien, dus dat scheelt. Nou, en Stephanie vraagt, mag je bij gebrek aan neonpigment ook de R-achtergrond R-nailsen? Ja, op zich van in de achtergrond vind ik het prima. Maar als je het maar met stempelen, met pigmenten combineert, dat vind ik dan wel leuk. Ja, vind ik ook, ja. Desiree merkt op, het is lekker zomers. Ja, het is zeker zomers. Nou, deze zeker, ja. Ik word er wel vrolijk van. Ja, nou sowieso zomerse designs. Die designs van vorige week natuurlijk, van Deborah. Ja. Daarvan ga ik zo direct de winnaars bekendmaken. Dat was ook zo lekker zomers. Ik zag ook bij heel veel van jullie comments staan. Oh, ik krijg helemaal zin in de zomer. Wat fijn om even naar de zomer te gaan met het maken van die nail art. Nou, we gaan wel weer even terug naar jou. Oeh, hij ligt klaar. Ik heb het eindresultaat al neergelegd. En allemaal met drie kleuren neon in de ondergrond. Nou ja, deze hebben jullie natuurlijk net gezien. De geel, oranje en dan de roze eromheen. Hier heb ik de, moet ik het goed zeggen, oranje in het midden. Nee, dat zeg ik verkeerd, sorry. De roze in het midden, paars en dan blauw. Ja, die is prachtig. Die vind ik zelf, ik denk dat dit mijn favorieten zijn. Maar deze is ook ooit tof. En daar heb ik dan geel, groen en een heel klein beetje blauw aan de buitenkant, zodat het groen iets donkerder wordt. Ja. Her en der. En ook weer, dit is allemaal van dezelfde plaat. En dan her en der wat wit ingekleurd. Pas een paar stippies. En nou, je hebt een design. Dus dit kun je ook weer alle kanten mee op. Nou, screenshot moment. En op het eind leggen we natuurlijk alles even bij elkaar, zodat je daar ook nog een mooie screenshot van kan maken. Prachtige letter. Ik weet ook niet welke ik mooi vind, de linker of de rechter. De linker nou, of de rechter. Ja, ik ben zelf, zoals mijn eigen nagels zal laten zien, veel meer van de blauw tinten, de koelere tinten. Zwart vind ik ook prachtig. Ik ben het helemaal met Jessica eens. Maar dit soort kleuren, die felle kleuren, vind ik zelf ook heel tof. Maar die zou ik eerder bij een klant zetten, bijvoorbeeld, dan dat ik ze op mijn eigen nagels doe. Ik vind het heel leuk om te maken en te laten zien. Maar als ik mijn eigen nagels zou doen, zou ik eerder voor... Oh, moet ik hem niet laten vallen. Zou ik eerder deze bij mezelf doen. Ja, is prachtig. Dus ik ben echt meer van de coole kleuren. Prachtig. Wat ik nog wel even wilde laten zien. Ik lak hem even snel af. Want dan zie je dus ook echt... dat zie je natuurlijk ook al bij het eindresultaat. Maar dan zie je dat het nageltje die ik nu gemaakt heb... veel rozer is dan het voorbeeldnageltje. Dat is echt een kwestie van hoeveel pigment gebruik je van welke kleur. Ik heb hier veel meer oranje, of veel meer oranje gebruikt om te blenden. En hier heb ik eigenlijk veel meer roze gebruikt rondom. Dus daar kun je ook weer mee spelen. Welke kleur gebruik je meer, welke gebruik je minder. Kun je ook weer hele andere effecten mee creëren. Dus daar kun je ook heel leuk mee spelen. Nou, dat was design nummer 3. Ja. Ja, ik ben weer aan de beurt. Ik zie toevallig in de comments dat zowel Iris als Gemma nog geen feedback hebben gehad van Deborah. Oh nee, Iris zegt, ik heb nog geen tijd gehad om de nagels te kunnen maken. Gemma zegt dat ze nog geen feedback heeft gekregen. En Iris zegt, ik ga er nu tijd van maken om de workshops terug te kijken en te maken. Ja, we laten de workshops ook gewoon staan, hè. Dus ondanks dat je misschien heel druk bent met andere dingen, laten we staan, dus dan kun je gewoon doorgaan. Michelle Taribuka merkt op over jouw design. Het doet me denken aan een raketijsje.
Ja. Ja. Dat, nou, de verwarming stond hier heel hoog, dus nu jij hebt gezegd raketijsje, denk ik, oh ja, graag, om af te koelen. Ja, lekker. Hoe kunnen ze dan de prijswinnaars eruit halen? Omdat, vraagt Gemma, omdat alle foto's worden bekeken. Iedere foto die wordt ingestuurd, wordt bekeken, wordt bediscussieerd. Alleen de feedback, daar hebben we wat meer tijd voor nodig. Want er zijn 150, 200 inzendingen per aflevering. Dus dat kost wat meer tijd. En er zijn twee mensen mee bezig om die feedback te geven. Maar alle foto's worden bekeken tot het moment van sluiting. En daar is, nou, ik weet dat Wendy er bijna 24 uur per dag mee bezig is. Maar daarover gesproken. De winnaars van de challenge van Deborah. Nou, ik heb hier zoveel langs zien komen, dat ik werd er gewoon helemaal sappig van. En Deborah heeft gekozen. En dit zijn de winnaars van Deborah. De eerste winnares is Sanne Kierkeert. En die heeft deze prachtige designs gemaakt. Watermeloen, palmbomen, albatros, cactus. Nou, echt supercool. Gefeliciteerd, Sanne. Dan hebben we ook nog een winnares. En dat is Kimberly Hartmans. En ook zij is helemaal losgegaan. Heeft er ook nog een flamingo tussen gezet. Het landschap gemaakt met die mooie rivier en die strohalmen erlangs. Prachtig. En een kiwi. Echt helemaal leuk. En dan hebben we nog Eline Beuvink. Ook zij met een prachtige kakatoe erbij. Die mooie kerstjes. Ik vind met name ook die zonsondergang daar heel mooi geblend. En het strand natuurlijk daarnaast. Och, dat doet me denken aan vakantie. Nou, wat hebben jullie nou gewonnen? Natuurlijk ten eerste gefeliciteerd. En dit is jullie prijs. Glass gel polishes 2 stuks. Dan hebben we ook nog 5 verschillende, of 4 verschillende gel polishes. Liner gel. Flex & Shine. De favoriete topgel van Deborah. En hen detailer nummer 3. Van harte gefeliciteerd. Echt super, super leuk gedaan. Maar ik zie in de comments al iemand reageren dat, want we hebben ook nog een extra prijs. Want er kwam er eentje binnen, een inzending, en die was wel heel bijzonder. Die was echt heel, ja, dat je denkt, laat ik hem zien, laat ik hem niet zien. Laat ik hem zien, laat ik hem niet zien. En toen ik hem in eerste instantie vanochtend zag, zag ik het niet eens. Maar uiteindelijk zag ik het wel. En dat is deze inzending, die heeft een extra prijs gewonnen. Een speciale creativiteitsprijs. Sheila Zalm met Sex on the Beach. Ja, als je goed kijkt kun je het zien. Ik zag het eerst niet, maar toen wel. En omdat dat zo grappig is en zo goed bedacht, krijg jij een aanmoedigingscreativiteitsprijs. Wij zorgen ervoor dat jij een fles Sex on the Beach toegestuurd krijgt. Helemaal, dan kun jij lekker proosten met een cocktail op je eigen design. Super creatief gevonden. En ja, ik ga er verder niet te veel woorden aan vuil maken. Maar ik denk dat jullie met z'n allen daar heel veel plezier over hebben gehad. Het was een hele grappige, leuke inzending. En Deborah was helemaal, ja, die was helemaal, oh, daar moeten we iets heel bijzonders mee doen. Dus van harte gefeliciteerd ermee. Allemaal van harte gefeliciteerd. En ook vandaag, bij deze challenge van Aletta, maken jullie dus ook weer kans op prijzen. Die prijzen die worden beoordeeld door verschillende mensen en we houden daarmee met verschillende factoren rekening. En het is met name natuurlijk leuk om aan de workshop mee te doen en al die voorbeelden aan je klanten te kunnen laten zien als het straks allemaal weer begint. En we hebben een nieuwe commercial. Cheyenne is bezig geweest met een nieuwe gel polish commercial. En bij deze hier de première. Het is niet een nieuwe collectie, het is gewoon onze gel polish, de hele lijn, in een speciale commercial. Veel plezier, tot zo! Ja, ik hoor van Wendy in mijn oor. Jullie moeten wel even, degene die net hebben gewonnen, dat zijn natuurlijk Sanne, Kimberly, Eline en Sheila, met je Sex on the Beach. Jullie moeten wel even een mailtje sturen naar info@neeltalklife.nl.
En wij zorgen ervoor dat jou met je gegevens, met je adresgegevens, onder vermelding van winnares Deborah, en wij zorgen ervoor dat jouw pakket jullie kant op komt. info@neiltalklife.com. Ik zie dat May zegt, love this commercial. Nou May, ik vind hem ook geweldig. Al die mooie flesjes gel polish. Even kijken. En Shaila zegt, het was hilarisch. Zodra ik de bevestiging heb dat het goedgekeurd is, komt het verhaal erbij. Nou, iemand zegt al, Pepijn bloost er al van. Nou, dat is ook omdat het hier heel warm is. Maar in ieder geval, ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Gemma heeft intussen contact met Deborah. En als je nou ooit van een specifieke trainer feedback wil hebben, kun je altijd een pb'tje sturen. Hè? Gewoon een messenger berichtje naar die trainer. Als je denkt van, nou, ik word nu toch wel, ik wil nu nog, ik wil. Nou, dan kun je dat altijd doen. En dus vanaf vandaag ook naar Aletta. Hè, Aletta? Ja. Ook als je ergens tegenaan loopt, gerust een berichtje doen. Ik help je graag verder. Zo. Kan ik jullie ook hopelijk helpen om mooie designs te maken. Dus stuur me gerust een berichtje. Ik ben ondertussen al van alles aan het mengen. Dus sorry dat ik niet zo sociaal naar de camera keek. Voor het volgende design. Wat ik aan het doen ben, is moet ik het goed zeggen, de rode chroom en de roze chroom mengen ook weer door mijn bezemtop. Ja. Omdat ik die bij dit design ga gebruiken. Dus die heb ik nu gemengd. Leg ik even aan de kant. Maar ja, dat soort dingetjes, dat kun je mooi benutten als er mooie designs worden laten zien op het scherm. Dus prachtig allemaal. Ik heb ook al een nageltje voorbereid. Ook weer twee laagjes white is white. En in de plaklaag heb ik een chameleon flake gebruikt. Deze, om precies te zijn. Ik stel heel eventjes je camera iets donkerder in. Ja, het is aardig, aardig omdat wit. Het een beetje weerspiegelt. Dus even, ik maak hem ietsjes donkerder. Alleen voor deze. En dan zetten we hem straks weer licht. Is zo beter te zien, regie? Oké. Okay. Maar zeg, want de volgende design nagel is met een zwart ondergrond. Dus dat is weer een ander verhaal. Maar voor deze nog een keertje wit. Mocht je zelf een andere kleur willen gebruiken, ga je gang. Ik vind alleen met wit, ja, bepaalde kleuren springen gewoon heel mooi eruit dan. We gaan weer stempelen. Vertel me eens wat nieuws. Ik pak weer mijn tabletowel erbij. En voor deze nail art ga ik plaat 38 gebruiken, de Gemrock. En deze gaan we gebruiken. Oeh, de lipjes. De lipjes, ja. Gebruik ik weer zwarte nagellak voor, de Long Lasting Polish. En even zien, mijn stempelkussen, mijn stempelplaat. Heb ik alles? Volgens mij wel. Wat ik ook nog even wilde zeggen van de flakes, die zitten aan de onderkant en aan de bovenkant. In het midden heb ik het bewust vrijgelaten, want daar ga ik stempelen. Omdat dit ook een nail art is met lijnen, of een stempel met lijnen. Als ik dan... Hoe leg ik dat goed uit? Als ik hem stempel en er zitten ook flakes onder, dan heb je ook in het lipje flakes zitten. En dat wil ik nou juist voorkomen. Dus ik heb dus bewust echt de onderkant en de bovenkant de flakes aangebracht om het nageltje een beetje op te vullen. Ik breng weer wat aan. Hoep, hoep. En even spieken. Waar zit ik? Daar. Ja, dan is zo'n transparante stempel wel heel handig, hè? Ideaal. En hij staat. Oh, dat is wel leuk. Zo is die al leuk. Ik ben ook echt fan van deze stempelplaat. Ja. Ik vind die lama vind ik geniaal, deze. Oh, die is grappig, ja. En die box is ook wel leuk. Ja, ik ben sowieso fan van rockmuziek en dat soort dingen. Dus dit is wel een plaat die bij mij past. Of muziek in het algemeen vind ik altijd wel leuk. Maar voornamelijk dus rock. Maar dat even terzijde. Ik heb, zoals je ziet, een paar andere afbeeldingen op mijn nageltje. Dit was stempelplaat nummer 38. Gemrock, hè? Ja. Dus dat is stempelplaat nummer 38. En wat dat vroeg Martine nog even, stempelplaat nummer 38, Gemrock. Ja. Gemrock. Deze zit... Met dus die leuke lipjes, maar ook die leuke lama en ook die leuke bok, boom en ook die leuke sterren. Gewoon een hele leuke stempelplaat, gewoon een must-have. Helemaal geweldig. Ja. Ik hoor dat de regie heel druk bezig is. Maar daardoor raak ik een beetje afgeleid. Laten we teruggaan naar Aletta. Maar deze plaat zit dus ook in het prijspakket. Dus als je de prijs wint,
dan heb je deze standaard in huis. Even kijken. We hebben dus nu de pigmentjes klaargemaakt. Ja. En de stempel zit op de nagel. Die is droog ondertussen. Dus we gaan kleur toevoegen. En ik begin met de roze. Ja. Ik pak ook weer mijn detailer 1 en ik pak ook weer een druppeltje op. Ja. Op mijn echte tipje van... Ik ben zo benieuwd wat je gaat doen. En eens even kijken. Die zetten we eens leuk zo op. En die trekken we een beetje naar beneden. Oh, ik dacht je gaat in de lippen werken. Nee, ik ga er leuk omheen. Oh. Kan ook trouwens erin. Ja, ik dacht je gaat mooie lipstift geven. Is ook heel tof. Maar ik ben helemaal weg van die make-up, van die lippenfoto's. Dat ze dus allemaal glitters en dingetjes op de lippen hebben zitten. En dat dus ook over de mond heen druppelt. Ja. En dit is een beetje, je ziet ook al heel veel nieuw artjes met dit soort effecten. Maar ja. Ja, maar zo kun je zien hoe ouderwets ik aan het worden ben. Glitter is altijd goed. Ja, grappig. En ik breng het nu een beetje aan twee kanten. Omdat ik twee kleurtjes gebruik, vind ik het leuk om dan... Nou ja, wat ik eigenlijk doe bij dit design is, ik heb een stempelafbeelding en die verdeel ik in 4 vlakken. Ja. Of meer, ligt een beetje aan hoeveel kleur je gebruikt. Maar omdat ik nu 2 kleuren gebruik, die wil ik evenveel terug laten komen. Dus ik verdeel hem in 4 en ik breng hier dus roze en hier roze aan. Hard ik straks even uit en dan breng ik daar het rood aan. Dus dan heb je een goede verdeling van je kleur. En omdat je het kruislinks aanbrengt, krijg je ook, vind ik, een heel leuk effect. Ik heb zo nog andere voorbeeldjes met wat meer kleuren. Daar kun je het ook nog even wat meer, iets duidelijker zien met wat meer kleurtjes. Nou, dus daar heb je echt een systeem voor ontwikkeld, ja, voor jezelf. Ja. Ja. Maar ja, je kunt ook zeggen van ik vind deze roze pigment gemixt in de topcoat zo tof. Ik maak hem helemaal roze. Kun je bijvoorbeeld ook weer met een zachte roze ondergrond eerst aanbrengen. En daar dan de flakes in aanbrengen. Stempeltje eroverheen en dan heb je weer roze op roze. Dus het is helemaal naar je eigen... smaak en wensen. Nou, ik heb nu het roze staan, dus die zet ik even 10 seconden in de lamp. Zodat het op zijn plek blijft liggen. Oh. Zo. En nou maak ik dus mijn penseel weer even schoon. Hoeft niet, ik heb telkens ruzie met de draadjes, sorry mensen. Ja, je kunt hem losmaken, hè, gewoon. Ja, want hangt hij dan ook niet te veel? Ja, maar... Doe gewoon af en toe weer even. Hup, zo. Ja. Dan kunnen we er even tegenaan. Ik maak hem even lichtjes schoon aan een droog wipeje. Mijn penseel. Ja, Fabienne Lablans zegt superleuk. Superleuk nu al die lipjes. Ja, ik vind het ook heel verrassend. Nou, dit is natuurlijk ook weer een beetje in de trend van Valentijn. Maar ik heb zo dus ook nog 2 andere designs. En die hetzelfde idee, alleen andere afbeeldingen. Maar die vind ik zelf ook erg tof. Dus ook weer met een simpel stempeltje, een beetje wat glittertjes erbij, kun je een hele leuke nail art maken. En het is nu ook een beetje van, nou, ik wil daar wel een druppeltje naar beneden. Hier iets minder, een beetje speels effect in hoogte ook. Dan creëer je ook wat interesse in dat nageltje. En ik volg echt wel de lijnen van de mond. Zie je bijvoorbeeld ook dat het wel een beetje in een puntje uitloopt. Maar dan kun je ook zeggen van, nou, dan doe ik ook nog een klein druppeltje. Hier zo. Zo. En doe eens gek. Nog een kleintje daar. Het is wel belangrijk dat wanneer je de pigmenten mengt met een topgel, dat je niet te veel pigment in één keer er doorheen mengt, maar ook niet te weinig. Als je te veel doet en je gaat het uitharden, heb je kans dat het niet goed uithardt. Mm-hmm. Maar als je te weinig doet, ik weet niet of dat te zien is nu bij mij, maar ik heb de rood iets te dun gemengd. Ja, want je krijgt een beetje scheiding. En hier heb je iets een beetje transparantie. Ja. Maar je ziet het ook wel een beetje op het paletje. Het roze is echt bijna een vlak roze. Ja. En dit oog nog iets, ja, bijna een beetje transparanter. Dus dat is ook wel, je moet wel de goede verhouding vinden. Ik zet hem eventjes in de lamp.
Wat ik vaak doe met dus het mengen van, als ik een pigmentje meng door een topcoat, ik zet één druppeltje op mijn paletje en daar doe ik één, kan ik wel even laten zien, met mijn spateltje. Pak ik echt een puntje op. Ik kan hem natuurlijk niet scheef houden, want dan valt het eraf. Ja. Maar we kunnen dat vanaf de zijkant zien. Wendy, laat eens camera eens even zien. Dit is beter. Camera 5. Het is echt maar het puntje. En op de camera lijkt het echt wel een berg, maar het is echt niet veel. Nee. En je kunt eerder, ik zou dan zeggen, als je nog niet zo bekend mee bent, pak je eerst een klein beetje op en ga gewoon telkens een beetje bijvoegen. Een beetje kijken van wat is de juiste verhouding. En dat heb je dan gemengd met base en top? Ja. Of met, ja. Je kunt ook zeggen, want ik wil deze nagel mat afvlakken. En dan wat ik nu dus aan heb gebracht, wil ik weer glans geven. Je kunt ook zeggen, voordat je dus nu met de pigmenten aan de slag gaat, dat je eerst dus je stempelt, je lakt hem af met mat. En dat je dan je mengseltje maakt met een topcoat zonder glans en dan een pigmentje. Ik heb dat zelf nog niet uitgeprobeerd. En ik vind dit een makkelijke manier, omdat ook... ik ga straks dus eerst over de volledige nagel met de mat. Dus je egaliseert alles heel mooi. En je sluit gelijk dat stempeltje in. En daarna ga ik er weer over de kleur met een topcoat, zonder plaklaag. Dat vind ik weer prettiger werken. Dus ook weer... Probeer, ik heb ook het idee, dat wilde ik zeggen, ik was het even kwijt, merkte je het? Ik heb het idee dat wanneer je een pigmentje mengt met een, topcoat zonder plaklaag, ja. dat misschien nog een beetje troebelig kan blijven. Het ligt natuurlijk aan het pigment wat je gebruikt en dit is allemaal heel fijn, dus dit zou waarschijnlijk wel kunnen. Maar als je een iets groffer glittertje of iets gebruikt, de chrome sparkling bijvoorbeeld, de sparkle chromes, ik denk dat mooier werkt als je eerst dus een base en top het daarin mengt, het aanbrengt en dan de glans er overheen weer opnieuw aanbrengt, zoals ik zo laat het zien, dat je dan ook dat ruwe kantje eraf haalt. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ja, omdat het misschien ietsjes kan uitsteken. Ja, ja. Ja, ja. Ik ga weer door met de rood. Even zien. Je design doet me denken aan de Rocky Horror Picture Show. Ja? Dat is een musical uit de jaren 70. Dat is ook zo, volgens mij. Oh, dat is wel. Maar dan wat bloederiger, denk ik? Of? Nou ja, dat is een musical met knipoog. Oh, oké. Ja, ik heb het nu ook weer een beetje lippen, denk ik toch, bij rood, roze. Een beetje in de kleuren gehouden. Maar ja, je kunt ook zeggen van... Maak het met paars. Ik heb zin in paars op mijn nagels. En ik vind dit een leuk accentnageltje. Dus ik doe er leuk een paarse chroom bij. Of blauw. Of nou ja, noem het maar. Dit is natuurlijk ook heel leuk met de neonkleuren. Ik gebruik nu de chroompigmenten. Maar je kunt het ook weer mengen met de neonkleuren. En dan op dezelfde manier aanbrengen. Heb je hetzelfde idee, alleen een heel ander effect. Zo. Gaat even in de lamp. En weer ruzie met mijn draadje. Zo. Ik gebruik nu natuurlijk de base en top als mix. Dus ik doe hem even 30 seconden in de lamp. Dat is voldoende. En ik ga er toch nog weer met meerdere topcoatlaagjes overheen. Dus uiteindelijk pakt hij wel genoeg tijd mee in de lamp. Even zien, dan hebben we die nodig. Pak alvast wat dingetjes erbij. Ik krijg een regieaanwijzing om het licht ietsjes minder hel te maken. Ja, ik hou van veel, dus ook veel licht. Maar dat heb ik bij deze even gedaan. Voor het geval dat mensen denken, wat is hier toch stil? Wat wordt het ineens donker? Nee. De nagel is weer uit de lamp en ik ga hem even mat afvlakken. En ik heb net met de pigmentjes... meer gezorgd dat er kleur zit. En ik heb niet zozeer in de hoogte gewerkt. Dus als je kijkt vanaf de zijkant, er zit echt geen volume aan. Dus als je een beetje royaler je topcoat aanbrengt, dan egaliseert hij ook weer heel mooi.
wat ik net volgens mij vergeten ben met, om te zeggen, leuk, met de basis. Ja. Ik heb dus de wit aangebracht. En in de plaklaag van de wit heb ik de chameleon flakes aangebracht. Die heb ik met een glanzende top afgelakt en die heb ik opgeruwd. Niet dus mat en daar overheen gestempeld. Ik heb gemerkt, of volgens mij was dat bij Jessica in een cursus toen het nog mocht, dat wanneer ik vind het heel mooi om de flakes mat af te lakken. Maar wanneer je dus gelijk mat over de flakes heen doet, krijg je een ander mat effect dan wanneer je hem eerst glanzend aflakt en dan de mat eroverheen. Dan hou je toch nog iets meer glans van de flakejes door dat matte heen. Dus het is lastig uit te leggen, maar als je het naast elkaar ziet, dan zul je wel iets meer zien. Dat komt natuurlijk omdat die flakejes, die hebben lichtweerkaatsing nodig om te kunnen schitteren. Als je er meteen mat overheen legt, dan heb je dus die glitter en die sluit je als het ware af met die mat. Dus dat licht, dat stoot meteen tegen die matte laag aan. Dus dan wordt de glitter, de glans, minder. Doe je er eerst een laagje bezem top overheen, dan heb je dus een transparante laag, waar als dat licht die fleek raakt, die in die transparante laag kan weer kaatsen, en dan pas stoot tegen dat matte plafond. Nou, dat klinkt logisch, hè? Maar het is ook zo. Dus dan heb je iets meer glitter. Matte glitter. Ja, kan ook. Kan allemaal. En dat klinkt heel logisch. Dus zo had ik het nog niet bekeken. Mijn nagel is uit de lamp. En zo is die al stoer, vind ik zelf. Maar ja, ik ben ook wel fan van het contrast mat glans. Dus we gaan hier nog weer wat glans aan toevoegen. Ik heb op mijn paletje de Flex & Shine neergelegd. Dat is een topcoat zonder plaklaag. Je kunt ook een topcoat met plaklaag pakken, maar ik vind dit gewoon makkelijker en sneller. Zo simpel is het. Met mijn detailer 1 pak ik weer een druppeltje en ga ik weer precies over de kleurtjes wat ik net heb aangebracht. Je kunt hier, net zoals bijvoorbeeld de, wat Michelle laatst heeft laten zien, heel mooi in de hoogte gaan werken. Dat ga ik nu niet doen. Ik hou hem echt plat. Dus ik wil puur de glans eraan geven. Maar ja, hoe tof is het om die druppeltjes een beetje op te bouwen, alsof er echt druppels op die nagel liggen. Dat is natuurlijk ook heel tof. Maar ja, ik denk echt een beetje in van, van wat willen mijn klanten. En ik denk toch dat de meerderheid een beetje anti-relief op de nagels is. Dus die willen het allemaal zo egaal mogelijk. Hoeveel procent van jouw klanten draagt nou echt nail art? Ongeveer. Vind ik heel lastig. Wel steeds meer. Maar ik denk... Ja, dat is een beetje een lastig verhaal. Ik ben vorig jaar... Nee, april is het alweer 2 jaar dat ik hier zit. Ben ik verhuisd van een locatie. Ja. En waar ik voorheen zat, daar wilde eigenlijk... Nou, een handjevol van mijn klanten, die vonden het wel leuk. Om wat nieuw art te hebben. Maar de rest, die vond een nude al aardig gevaarlijk. Om het maar even zo te noemen. Dus daar deed ik er niet heel veel mee. Mm-hmm. Maar nu ik dus op een nieuwe locatie zit, dat ik mijn eigen salon heb, waar ik ook meer ruimte heb om het dus ook daadwerkelijk te showen, te laten zien, is er wel steeds meer interesse naar. Dus het groeit wel, gelukkig, want ik vind het ook erg leuk om te doen. Zo, alles is nou weer bedekt met een glansje, dus die gaat uithouden in de lamp. En als die nu dus uit de lamp komt, is die ook gelijk klaar. Dus dan kan ik je het eindresultaat en de varianten laten zien. Dus dat gaan we maar even doen. Eerst mijn draadje. Ik zie dat Wensnagels ook weer meekijkt. Hi Wendy, wat leuk dat jij er ook weer bent. Ik ben benieuwd wanneer jij je inzendingen doet. Want jij bent altijd een van de allereerste die het huiswerk instuurt. Meestal zelfs gewoon de allereerste. Dus dat is leuk dat je er bent. Het mooie nunspeet, zegt Roeline tegen je, Aletta. Ja, correct. Ja. Daar ben ik begonnen. In een kapsalon. Dus het was een hele mooie kans. Alleen ik wilde mijn eigen salon en wat dichter bij huis. Dus, en dat heb ik kunnen vinden bijna 2 jaar terug. Dus ondertussen alweer. Dus, maar nunspeet. Ja, dat klopt. Even kijken. Dit zijn de variaties die ik gemaakt heb. Cool. Ik vind zelf het vlindertje, de kolibri, ook erg tof. Maar dat vind ik ook gewoon een heel mooi vogeltje. Het vlindertje? Zei ik vlindertje? Vogeltje, excuses. Oh, de kolibri. Misschien lag het aan mijn oortje, hoor. Het kolibrietje. Deze vind ik erg tof. En hier kun je ook echt wat duidelijker zien dat ik dus
de afbeelding in vier heb verdeeld. En hier heb ik drie kleurtjes gebruikt. Dus dan, de bovenste twee kleuren heb ik wat minder en dan onderin wat meer. Dus zo zou ik ze nog even neerleggen voor het screenshotje. Ik weet niet of dat al gebeurd is. Oh, ja. 1, 2, 3, screenshot. Gaaf, 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 gaaf. Ik zie, Etty zegt, hartje, lakken, gaaf, gaaf, echt leuk. Wendy van Wensnaags is al druk bezig. Nou, wat een verrassing, Wendy. Ik ben heel benieuwd wat je gaat maken allemaal. Gemma, gaaf, met allemaal hartjes in de oogjes. Ik weet niet hoe die emoticon heet eigenlijk. Maar als iemand echt zo naar je kijkt, dan denk je, oh jee, ik moet weg. Maar op een emoticon is het heel erg leuk. Gaaf, gaaf, gaaf. Iris gaat de hond uitlaten en gaat snel naar gang met jouw nail art, Aletta. Leuk. Welke stempelplaat is deze nou ook weer? Nog steeds die 38 Jamrock? Ik zal het even bij elkaar pakken. Dit is dus de Jamrock. De lipjes. Ja, nummer 38. Dit is, heb ik dat ergens genoteerd? Nummer 27, de Birds. En deze is volgens mij van de tattoo. Ja, dat zou wel kunnen. Alleen weet ik even niet, ik kan snel spieken natuurlijk. Mee zegt ook heel mooi, Elise zegt mooi, zegt Iris zegt oh gaaf. Sophie, jij zegt super mooie kleur allemaal, mijn kasten puilen uit, maar moet dringend nieuwe kleurtjes hebben, zo te zien. Nou, lieve schat, dat ken ik. Ik hou van uitpuilende kasten, je hebt nooit genoeg. Nee. Mooi, 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 mooi. En ja, dan alleen nog die laatste stempelplaat. Ja, dat mis ik ook wel een beetje aan beurs hoor. Dat ik denk van, oh ja, dat wil ik hebben en dat wil ik hebben. Dit is plaat nummer 11. Tattoo. Deze. Maar ja, dit zijn allemaal hele mooie elementjes waar je dus zoiets mee kan maken. Echt van die losse elementjes. Deze vind ik zelf heel tof. Ja, ik vind die vooral daar linksboven heel erg mooi. Ja, die. Ja, echt prachtig. Ja. Ja, nee, dat is vast ook heel leuk met al die kleurtjes eromheen. Ja. Ja. Ik zeg doen. Even zien. Zo. Oh, Nancy Niels moet even gebruik maken van de toilet. Ja, dat, ook dat herken ik. Weet je wat ik doe als ik thuis ben? En we kijken dan s'avonds naar Nail Talk Live op woensdagavond. Dan loop ik dus zo met mijn telefoon door het hele huis heen. En ik weet dat Jaap zelfs Marcus uitlaat, de hond, met de telefoon en geluid. Terwijl hij dan naar Nail Talk Live zit te kijken. Dus dat is heel erg leuk. Heel herkenbaar. Ja. Ah, nou, wat heb je? Ik heb nog meer voor ons in petto. Ik heb hè? Nog twee designs. Dus ik denk, zullen we dat nog redden, denk je? We redden alles wat je moet redden. Waar een wil is, is een weg. Nou, ik heb gelukkig al de ondergrondjes voor een groot gedeelte voorbereid. Dus dat scheelt dan weer qua tijd. Dus even zien, zit die goed? Ja. Dit is de ondergrond voor het volgende design. De Amethyst. Cat eye kleur. Ja, mooi. Wat ik voor deze heb gedaan is eerst een laagje Black's Black als ondergrond. Ja. Daar dus de Amethyst overheen en... Toen heb ik met beide rondjes even aan beide kanten en uitgehard. Ik heb hem niet afgelakt, maar even lichtjes opgebufft. Oh, de cat eye zelf? Ja. Oké. Okay. Ja, eigenlijk een beetje om... als je hier heel lichtjes overheen gaat, dan... Je neemt niet snel kleur weg. Als je dat bij een effe kleur gaat doen, heb je nog wel eens kans dat je schaduwvlekjes gaat krijgen. Vind ik bij de cat eyes... gebeurt dat niet zo snel. Dus dan kun je heel lichtjes... Okay. Moet je natuurlijk niet gaan rachen, want hier zitten hele mooie glittertjes in. En als je die open gaat veilen, dat ziet er niet zo mooi uit. Dus wel echt met beleid even heel lichtjes eroverheen. En dit zit ik nou heel leuk te vertellen, maar er moet wel een mat overheen, bedenk ik. Er moet wel een mat overheen? Ja, ja dit, net zoals met het tweede design vertel ik gewoon iets heel anders en ga ik wat anders doen. Nou... Ik denk dat ik hoor in mijn oor, vanochtend was het precies hetzelfde, maar dat hoort ook een beetje bij het vak. Jij gaat lekker even een laagje mat aanbrengen. Ja. Ik ga even kijken naar de comments. Het gaat nu over dat onze partners altijd zeggen, heb je er nog niet genoeg van? Nou, ik ken het hoor, want dan krijg ik weer eens te horen, maar je hebt al zwarte schoenen. Of je hebt al rode nagellak. Of hoeveel kleuren rood heb je nodig? Nou, veel. Nooit genoeg. Nooit genoeg. En even kijken. Nooit genoeg, zegt Mirjam Zwart ook. Nooit genoeg. Nooit genoeg. Kijken. Ja, en Anouk herkent het, want zij loopt ook altijd zo door het huis als we een live aan het doen zijn. Ja, ja. Ja, we zijn gewoon, je bent nagelgek of je bent het niet, hè? Je deed dus nu een laagje Extreme Matte eroverheen. Ja. En waarom is dat zo belangrijk?
Omdat het de volgende stap wat ik ga doen is weer vergelijkbaar met het tweede design wat ik heb laten zien. Ik ga weer met pigment werken en dat ga ik dit keer niet inpoetsen in de stempel, maar ik ga het inpoetsen op het stempelkussen. En die matte topcoat onder de stempel zorgt ervoor dat het pigment zit waar ik het wil hebben en niet op andere plekken komt. Maar dat wordt allemaal duidelijk. Hè? Ja. Oké. Ik snap hem niet. Maar misschien snap ik hem als ik hem zie. Het, het valt allemaal op zijn plek als je het ziet gebeuren. Okay, ik dus heb dus mijn wat doffere stempelkussen. En daar ga ik met de purple chrome ga ik op aanbrengen. Klein beetje maar. Gewoon weer dup. Lekker bedekken. Ik ga niet vegen, want dan heb je de kans dat je je kussentje kapot trekt. Gewoon echt deppen. Op deze manier. Oh, niet omvallen. En ook maar weinig, denk ik, hè? Ja, je hebt heel weinig nodig. Ik gebruik nu een stempel die ook weer de hele nagel bedekt. Ja. Maar stel je doet een elementje, kun je echt wel het middenstuk van je stempelkussen bedekken met chroom. Maar, dat gezegd hebbende, nu weet je wel zeker dat je altijd je stempel ook bedekt met het pigment. Als je kleine stukjes gaat pakken, moet je echt goed kijken van pak ik nu de stempel goed op en dat soort dingen. Als je hem gewoon helemaal zo pakt, je hebt echt maar een klein beetje nodig, weet je altijd van als ik stempel, bedek ik de hele stempel met pigment. Oh, oké. Lang verhaal. Gemma vraagt, hoe maak je dat weer schoon met als het om mag niet? Maar ik denk dat je dat straks doet, schat ik in, Gemma, met de kledingroller. Ja. Maar, ja. Oh, ik heb het goed. Haha. Oké, maar dat zien we straks, Gemma. Ja, komt vanzelf. Nou, ik heb nu dus de matte topcoat aangebracht. Die is uitgehard en ik ga hem wel weer even buffen. Zo. Ja, oké. Dus heel licht buff je dat, hè? Ja. Ja. En ik merk dat hij een beetje wiebelt op mijn tipje. Of op mijn houdertje. Dus ik zet hem eventjes opnieuw erop. Ik gebruik daarvan die poster booty voor. Buddy. Ja. En ik hebben daar ook speciale dingetjes voor. Dat zijn de glue tabs. Die zijn herbruikbaar. Ja. En die zijn per 30. Ik zal die ook een keertje laten zien in de show. Maar ik ben heel benieuwd. Want ik zie nu een stempel. Ik zie glans. Maar ik weet niet wat ik ga zien. Ja, tromgeroffel. Ik pak weer even mijn tabletowel erbij. En voor deze nail art gebruik ik een van de oudere platen, nummer 3. De floral. Ja, oh. En ik ga dit design pakken. Leuk. Daar ben ik, ja, ik hou van die krullen. Ik vind dit ook een heel leuk design. Ja. Gebruik ik ook regelmatig. Maar dit is toch echt wel een favorietje van mij. Dan pak ik weer mijn zwarte long lasting polish. Even schudden. Ik moet wel weer even snel werken, dus Ik hou mijn mond, ik ga je niet afleiden, maar ik ga wel kijken. In principe stempel je zoals je altijd stempelt. Uh-huh. Maar in plaats van dat er dus zwart op je nagel terechtkomt, breng je het pigment over. Die laat ik even, even staan. Dat heb je dus gedaan met die stempel waar dat pigment op was ingepoetst. Je kunt het ook heel mooi zien nou op het stempelkussen. Ja, laat eens zien. Want... Oh! Dus waar de lak... Heb dat ook wel eens gezien. Jessica, dat deed met meerdere kleuren. Ja, toen snapte ik het ook niet. Ja. Ja, je kunt ook meerdere kleuren toepassen. Dat is ook heel tof. Ja, klopt. Maar je ziet ook, ik weet niet of dat te zien is op de camera. Ja. Hier zit nog een beetje zwart. Ja. En als je dan kijkt naar dit gedeelte, ja, waar de zwarte lak zat, dat is overgebracht op de nagel. En waar dus geen lak zat, daar zit het pigment nog gewoon op het kussentje. Oh. Maar dan is het dus ook heel belangrijk dat je dus die matte topcoat gebruikt. Want als je dat dus niet gebruikt, dan heb je overal het pigment wel zitten. En dat is niet wat je wil. Nou, iedereen zegt ook, wauw. En mag je de stempellak wel schudden? En daarop zegt Jessica, ja, dat moet zelfs. Ja. Zeker. En ik had ook al toen net Vanessa die zei, jullie moeten een waarschuwing vooraf geven. Namelijk, wees voorzichtig, zwaar verslavend. Ja, maar het is toch ook verslavend? Als je dat toch ziet? Zoveel mogelijkheden met stempelen. Tot gewoon dit. Nou, het is toch gewoon geweldig.
Ik zou gewoon bijna willen gaan stempelen. Nou ja, dat doe ik ook wel eens. Zo heb ik met mee ook opgegeven. Dat was wel leuk, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten kwaliteiten en soorten stempels. En toen was ik met mee op een gegeven moment ergens. En toen hadden we ook stempelplaten mee en we hadden kussens mee. We hadden nagellak mee, next zwarte nagellak. En dat was nog in de tijd dat je mocht roken in de hotelkamer. Ik rook natuurlijk. Dan zaten we in de hotelkamer. Zaten we dan zo, ik dan met een sigaret, te testen welke vinden we het fijnst. Urenlang! En dat was echt heel erg leuk. Dus er is echt heel veel verschil in kwaliteit, wil ik alleen maar hier benadrukken. En we gaan weer even terug naar jou. Het is zeker, ik ben echt begonnen met verschillende merken en ook verschillende stempelkussens. Ik heb ook nog steeds wel in de salon verschillende groottes, transparante, geen transparante. Eentje die heel plakkerig is, een andere is weer wat minder plakkerig. Maar uiteindelijk, het klinkt misschien een beetje, maar dit zijn wel mijn favorieten momenteel. Maar dat rouleert ook een beetje. Dus ook weer de ene dag denk je, ik word wakker en ik ben vrolijk. En de andere dag denk je van, roddag. Dus ook een beetje met die stempeltjes. De ene dag denk ik van, nou, ik wil eentje die waar ik goed doorheen kan kijken. En de andere dag denk ik van, nou, ik heb iets meer plak nodig. Ja, het verschilt elke dag weer. Ik zal even laten zien hoe ik dat kussen schoonmaak. Ja. Gewoon met mijn stempel of mijn kledingroller. En na één keer gaat er al heel wat vanaf, maar nog niet alles. Is ook een leuk design zo. Tof, hè? Ja. Ja. Dus het is echt een kwestie van herhalen. En ik raad niet aan om je transparante stempelkussen schoon te maken met aceton. Maar ja, deze is al mattig. Dus als je merkt van nou, hij is echt een beetje de pigmentjes vooral, die willen er echt niet vanaf. Gewoon even heel lichtjes. Ik heb er nu niks op zitten, maar gewoon even woep, eroverheen. Gewoon. En dan is dat vaak ook al genoeg. Zou ik dus niet doen als die er nog zo uitziet. Dan zou ik echt puur langs de roller halen. Oh, mijn roller plakt overal vast. Anja van S zegt, het negatief is ook mooi. Ja, absoluut mee eens. Ja. En Jaap zegt, urenlang en ik zat erbij met dat testen van die stempel. Ook dat klopt. En Niels bij Simone vraagt nog even, je stempelde met de long-lasting nagellak black, hè? Ja. Ja. Dat doe ik ook bewust bij deze nail art, omdat ik gebruik chroom. En chroom komt het mooiste tot zijn recht op een zwarte ondergrond, vind ik persoonlijk. Ten tweede, mocht je een plekje missen met je pigment, het is een donkere ondergrond en dan valt zwart niet zo op. Als je nu met een wit gaat stempelen en je hebt ineens een plekje waar je geen pigment hebt, heb je ineens een witte vlek erin zitten. Wil je niet met zo'n donker design. Maar als je bijvoorbeeld op een lichtere ondergrond gaat, wit bijvoorbeeld, dan kun je dus wel met wit stempelen. Mocht er dan weer iets openvallen of een stukje missen, dan zie je dat ook niet. Als je dan weer met zwart gaat, dan heb je weer het tegenovergestelde. Dus het ligt een beetje aan je ondergrond, maar ook met wat voor pigment of wat dan ook je stempelt. Dus daar is wel een beetje, er kan verschil in zitten, maar dat ligt dus een beetje aan je ondergrond. Even zien, het nageltje. Ik heb hem even laten rusten. Ja. Wat ik nu ga doen is een beetje poetsen. Ja, eigenlijk hetzelfde als toen net natuurlijk. Ja, ja. En dan nog eventjes weer. Oh, ik heb een vraag of een opmerking van Jessica. Maar je gebruikt wel je linerstamp als je met pigmenten stempelt. Ja. Niet je lakstempel, toch? Klopt. Maar dat is puur omdat ik de pigmenten gebruik, ja. Als ik dus deze afbeelding bijvoorbeeld wil hebben in het zwart of in het wit, dan gebruik ik dus de transparante stemper, die nog transparant, mooi transparant is. Maar omdat ik hem nu eerst inpoets of indep met een pigment, gebruik ik degene die ik gebruik voor de liner gel en de pigmenten. Snap je het nog? Nou, ik denk dat het in ieder geval, als we straks weer kunnen, dat we gewoon wat leuke stamping nail art workshops met jou gaan inplannen. Ja, leuk. Ik voel meerdere levels aankomen. Ja. Ik zeg deal. Nou, ik heb dus het overtollige pigment een beetje weggepoetst. En ook gezorgd dat het pigment zit waar ik het wil hebben. Wil ik wel nog even benoemen, dat zei Jessica vanochtend heel fijn. Het is vergelijkbaar qua techniek. Maar zoals je ziet, ja, het is misschien een beetje lastig te zien op de camera. Dit is wat meer een chroom effect wat je dan krijgt. Omdat je dus het pigment inpoetst op de nagellak. En dit is wat glitteriger. Dus het is wel vergelijkbaar qua je poetst dus wat in op je lak of
dat je het oppakt. Maar het effect is wel ietsje anders. Dus het ook weer, of je nou de eerste techniek gebruikt die ik heb laten zien, of deze techniek, ligt een beetje aan wat voor eindresultaat je wil hebben. Oké. Dus we gaan hem aflakken. Jessica merkt ook nog op, en pigmenten kunnen je kussen namelijk sneller dof maken. Ja. Al wat leuk. En nu komt die cat eye ook wat meer weer naar voren. Ja, ik werd eigenlijk afgeleid door het design, maar ja, inderdaad. En het is heel subtiel. Je kunt ook zeggen, ik pak gewoon een hele mooie donkere paarse kleur of zwarte kleur als ondergrond. Maar ik vind toch die cat eye, dat, ja, het geeft net even wat... Ik hou van diepte in nagels, dus cat eye is daar helemaal perfect voor. En dat doet het in dit geval ook heel mooi. Ik zal er zo ook nog wel weer een paar variaties op laten zien. En daar heb ik de rood en de, of de ruby en de sapphire gebruikt. En dat, ja, die vind ik ook gewoon heel tof. Geeft ook een heel mooi effect zo in die ondergrond. Nu mijn nageltje in de lamp zit, pak ik alvast het volgende product erbij wat ik ga gebruiken. En dat is een Cerisa Sweeties kleurtje. De Metallic Grape. En die heeft ook een beetje een paarsblauw tintje. Die past dus ook, vind ik, heel mooi in combinatie met de kleurtjes die ik nu gebruikt heb. Wat ik daarmee ga doen... Ik pak eerst even mijn nageltje. Zo is die al tof. Dus ook weer geeft de klant op de andere nagels de cat eye. En deze als accentje of zoals ik heb op de ringvinger en de middelvinger. En dat is ook al heel tof. Maar ik ga er nog even wat aan toevoegen. En dat ga ik dus doen met mijn Jessica's Choice penseel. Zorg dat hij goed zit. Zo. Jessica zegt, nu je het toch over haar penseel hebt, prachtig Aletta, je doet het zo goed, ik ben trots op je. Wat lief, dankjewel. Oh, en May, die stuurt in de comments, ik heb zojuist mijn pakketje binnen, dus ik kan ook aan de slag. Ja, May gaat haar eigen nagels opvullen, dus die kan ook aan de slag. Ik hoop dat het dan het pakketje is met de afzuiging. Want we hebben twee verschillende pakketjes gestuurd. Ingeborg zegt schitterend. En super gaaf, zegt Iris, ben gek op paars. En we hadden ook nog van Femke, jij zegt, kijk met bewondering naar jullie enthousiasme. Door het thuiswerken, de avondklok en de nagelstudio dicht, ben ik mijn motivatie even helemaal kwijt. Nou, we zijn zo enthousiast omdat we het ontzettend leuk vinden om met nagels bezig te zijn. En omdat ik het heel belangrijk vind om je juist wel een deel van onze enthousiasme over te brengen. Want ik snap dat het moeilijk is, ik snap dat het ook soms een beetje, ja... Dat, je wordt er niet gelukkiger van, maar er komt een eind aan dit alles. Er is licht aan het eind van de tunnel. En daarom gaan we ook gedurende de gehele lockdownperiode gewoon door met workshops. We hebben alles doorgepland tot en met begin maart. En dat zal ik zo direct nog een keertje herhalen. Maar het blijft prachtig, een prachtig vak. En ik kan niet anders dan zo genieten als ik zie dat iemand zo goed weet wat ze aan het doen zijn... Dat het is gewoon heerlijk. En wat ook heerlijk is, is dat May alle twee de pakketjes binnen heeft. Nou, dan zou ik zeggen, toppie, we gaan terugkijken. Yes, ik heb het nageltje even de plaklaag verwijderd. En ik ga dus met de Cerisa Sweeties aan de gang. Wat ik nu wil gaan doen, je ziet dus heel mooi waar het pigment zit. Maar ook heel mooi waar die krullen lopen. En ik heb hier dus bewust net met het cat eye effect hier twee open vlakken gelaten. Ja. Dat ga ik nu dus invullen met de sweetie kleur. En dat kun je weer zo uitgebreid doen of zo weinig misschien doen. Misschien moet ik even het licht weer ietsjes lichter maken. Want ik had het natuurlijk voor die witte wat donkerder gemaakt. Hè? Ja. En ik ga eventjes... Ja, dan hebben we iets helderder beeld. Ja, ik ging ook wel van de hele zonnige designs naar ineens patsdonker. Zo. Nou, even kijken. Nou kun je zien dat hij net niet de randjes van mijn nageltje gepakt heeft. Is niet erg. Dat... gebeurt nog wel eens bij die voorbeeldnageltjes. Daar maak ik me eigenlijk nooit zo druk om. Ik zet hem even 10 seconden vast in de lamp, want anders gaat dit te ver uitlopen. Omdat het hier nog aardig warm is. En
dan heeft het gel nogal wat sneller de neiging om elkaar op te gaan zoeken. Ja, dat krijg je, hè, als jij en Wendy bedenken om de verwarming op 25 graden te zetten. 25 graden. Ik kwam hier vanmiddag binnen. Ik dacht, daarom ben ik ook zo rood. Het is hier gewoon nog steeds. Ik heb zelfs ik heb alles uitgezet, raam open en het is nog steeds warm. Hè, dat krijg je ervan, Aletta. Ja, ik vind het hier we gaan prima. Terug. Ja, ik heb het hartstikke lekker. Ja, ik ben echt een kou kleuntje, dus van mij mag het altijd wel een paar graadjes warmer. Wat ik nu ook doe, ik pak dus weer een druppeltje op mijn penseel. Die zet ik waar ik het wil hebben. En dan trek ik mijn penseel langzaam naar een puntje. Want die vorm zit ook een beetje in die stempel. Op deze manier. En je hoeft natuurlijk niet de stempel perfect te volgen. Ik heb bij mijn voorbeeldjes heb ik ook al aan her en der een beetje gezegd van, nou, ik vind hier nog wel een dingetje leuk en daar nog wel een dingetje leuk. Dit is wel een beetje, denk ik, van als je dit in de salon zou toepassen, hoeveel tijd je hebt en hoe snel je erin bent. Even weer 10 seconden vastzetten. Ja, terwijl jij dat eventjes aan het doen bent, heb ik even een leuke anekdote. Want Patricia Dijkstra zegt in de comments over die powerfan dat die zo super handig is. Zeker ook als je thuis je nagels wil doen. En wat ook zo handig is, is natuurlijk die draagbare afzuiging. Hè? En die had ik me naar meegestuurd, omdat zij die nagels voor de eerste keer gaat doen. Of tenminste, sinds lange tijd weer zelf gaat doen. Normaal gesproken doe ik dat. Nou, dat is een ander verhaal. In ieder geval, die powerfan. En ze zegt dan ook in de comments, het was heel handig, want het is zo fijn dat die draadloos is. Wist je dat ik dat helemaal niet wist? Dus wij waren die aan het testen met z'n allen. En leuk, oh ja, wat doet hij het goed. En we waren echt verbaasd over hoe goed die afzuiging wel niet werkt. En toen heb ik hem meegegeven aan een van de trainers die heel veel klanten doet. Zo van, nou, ga jij me eens even gewoon ook in de praktijk testen. En wij staan buiten, hebben afgesloten, gewerkt, met een sigaretje te roken. En we zijn nog even aan het nakletsen. En ik hoor toch gewoon... En ik denk, wat hoor ik nou? En wij allemaal... Nou, het was echt een hele gekke ervaring. En op dat moment ontdekten we dat hij draadloos was. Nou, dat was echt. Ik vond dat zo'n bijzonder grappig moment. Ik heb er echt ontzettend van genoten. Ja, het is toch heel gek als je met 4 man buiten staat en je hoort plotseling. Ja, het was echt. Ja, nou, we gaan weer terug. Dat kan ik me wel voorstellen dat een beetje. Dat je denkt: waar komt dat toch vandaan? Wat is dat toch? En dan, hoe hilarisch is het als je er dan achter komt van. Oh, dat ja, was... het was echt. Dat ik. Dat, ja. Was, ik zal het nooit vergeten. Nee, precies. Wat je zegt, leuke anekdote. Ja, Ingeborg zegt al, weet je nog Roos Brouwers? Ja, het was dus Roos die hem in de handen had. Die had hem in de handen. En Ingeborg stond erbij. Ik wist even niet meer wie er allemaal bij was. Nou ja, het doet er niet toe. Oké, okay, je moet wel opletten dat je natuurlijk niet te veel dit doet. Hè? Want ja. Je wil wel natuurlijk die cat eye blijven behouden. Ja, ik focus ook echt meer op de punten waar ik dus met de magneten het cat eye effect weggeduwd heb. Dus een beetje linksboven en rechtsonder. Dat even laten zien. Hier ben ik iets meer naar het midden gegaan, maar echt een beetje hier en een beetje daar. Ja, heel mooi. Ik zou nog hier een paar... En het voordeel van Cherisa Sweet is dat het natuurlijk geen plaklaag heeft. Ja. Dus het is meteen klaar straks. Ja. Ja, en je kunt het ook wat meer... Ik doe nu 1 laagje en voor de demo is dat even genoeg. Maar bij de voorbeeldjes die ik dus al eerder heb gemaakt, heb ik ze iets meer opgebouwd. Dat is ook heel tof. Dan krijg je dus echt wel meer dat relief. Maar zo is die al heel subtiel. Dus die gaat even in de lamp. Hoppakee. Doen we die weer dicht. En dan zal ik even de voorbeeldjes laten zien die ik al eerder heb gemaakt. Misschien als je me al dus al volgt op Instagram heb je deze al voorbij zien komen. Want ik was zo blij met deze dat ik dacht van ja, maar die ga ik in mijn stories delen. Dus dit is dezelfde combinatie van kleuren. Maar dat is ook iets minder uitgebreid... Hier naartoe, maar echt wat meer daar en wat meer daar. Mooi. Echt heel mooi. Ik vind het ook zo mooi dat je met die lila dan combineert. Ja, ik vind... Ja, dankjewel. Ja, ik vind dit een hele mooie kleur ook bij de cat eye. Ja, is dat de Presley Blues? Nee, dat is wel van die lijn. De Beetle. De Purple Beetle. Purple Beetle, de ja. Purple Beetle. Ja, dat was een mooie kleur, hè? Ja. Dat zijn, en die dekken ook zo lekker. Ja, prachtig. En dat mooie metallicje wat erin zit, ik hou ervan. Dan heb ik dus nog dezelfde
maar dan met rood. En hier heb ik iets meer krulletjes aangezet. Chic. Dat is ook heel tof. En ik heb hier gecombineerd met de Maze Choice 2020. Die knalt lekker. Maar in combinatie met zwart, als ze alle vijf of vier, sorry, erna zwart zijn, dan knalt dit er helemaal mooi uit. Ja. En ik heb er nog eentje met de blauwe. Ook mooi. En daar heb ook ik dus mooi. Één nageltje erbij. Hoe ik eigenlijk deze, dit is de ondergrond van die. Ja. Maar dan zonder de stempel. En die andere zijn dan cat-eye zonder dat je een magneet hebt gebruikt? Nee, ze zijn alle drie, moet ik ze wel allemaal laten zien. Zo. Ik heb overal bij deze, alle drie de twee magneten. Ja, maar ik bedoel de rechtsonder, hè? Deze, ja, andere, klopt. Dat zijn dus, is de kleur zonder magneet. Ja, sorry. Dit is, ja, het is allemaal dezelfde kleur. Alleen bij deze twee heb ik dus de magneten gebruikt. En bij de andere drie is het puur het lakken van de kleur. Want dan krijg je dus zo'n heel mooi metallic kleurtje. Beetje jeansblauwig. Wat ik dus ook heel tof vind. Maar dat kun je dus ook heel mooi combineren met de rood of de paars, juist. Dat je dus op de andere nagels zegt van ik lak het cat-eye lakje puur voor de kleur en niet voor het cat-eye effect. Dat kan natuurlijk ook. Een vraagje vanuit de comments. Hoe bevestig je nou jouw tips op het plaatje? Op dezelfde manier als ik ze op dit tipje vastzet. Hij ziet er niet meer zo netjes uit. Zou ik even laten zien. Met een beetje pretbuddy. Ja. Dus wat ik doe, ik maak er een bolletje van. En die maak ik een beetje ovaal, dat hij dus een beetje zo eruit ziet. Die druk ik aan de bovenkant. Ja. Steek die een beetje uit. Ja. En dat... Oh, daar ben je ook heel precies in. Ja. Iets is toch geen verrassing ondertussen. En wat ik ook doe, als ik dus die vijf nageltjes op zo'n tipje zet, ik begin met de middelste. Dus ik zorg altijd dat die... gecentreerd is. Goed in het midden zit en dan die twee en dan die twee. Ja. Dan heb je altijd dat het netjes in het midden zit. Voor foto's ziet dat er ook weer netjes uit. En op die manier. Nou, super. Echt heel mooi allemaal. Je hebt nog één design voor ons in petto, ja, hè, Letta? De laatste. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even naar het huiswerk. Wat moet jij doen? Wil jij het certificaat verdienen van deze workshop van Aletta? Haar allereerste, hè? En wat doet ze het geweldig? Nou, je moet daarvoor, kijk mee, drie setjes maken van vijf nagels per setje. En van dat setje moet er minstens één nagel zijn waar je met een stempel hebt gewerkt en met een pigment. Dus drie setjes van ieder vijf nagels, waarvan er minstens één is voorzien van een stempel en iets met chroom of pigment. Het is natuurlijk ook leuk als het er twee zijn, hè? Maar goed, hint, hint. In ieder geval, wat moet je dan doen als je dat hebt gedaan? Je hebt daar een week de tijd voor, tot 10 februari. Stuur je huiswerk alleen in via die link, hè, die je vindt in het album Easy Art and Stamping, het album van Aletta. Als er verbeterpunten zijn, neemt de trainer, in dit geval Aletta, contact met je op en je krijgt een herkansing. Het kan ook soms zijn dat Linda of juist Wendy contact met je opnemen, maar wil je nou specifiek wat meer feedback hebben, kun je altijd even contact opnemen met Aletta. En vergeet niet tussendoor step-by-step foto's te maken, hè? Want die step-by-step foto's hebben we nodig om te verifiëren dat het ook werkelijk jouw huiswerk is. Ja, helaas, dat moet gebeuren, want we hebben ook meegemaakt dat we dat niet deden en toen bleek dat het iets anders was dan dat we dachten. Maar bien, doet er niet toe. Wat kun je winnen? Naast het feit dat je heel veel inspiratie hebt en heel veel leuke ideeën, maak je kans op deze mooie prijs. Stempelplaten, waaronder de Jam Rock. En natuurlijk die prachtige steenglas jam plaat. Een schraper, een stempel, nagellak, Next Black Nail Polish, drie verschillende chrooms en de Pigment Shaper. Die siliconen Pigment Shaper, echt heerlijk ding. En daar kun je ontzettend veel mee. En dus ook heel mooi inpoetsen. Je kunt er zelfs hele designs mee maken, smilelines, et cetera, et cetera. Nou, ik ga even kijken. Dan zijn we er nog niet. Nee. We hebben natuurlijk gisteren gehoord dat de lockdown is verlengd en daar wil ik niet lacherig over doen, ook niet komisch. We zaten denk ik allemaal naar de televisie te kijken, wetend wat er zou worden gezegd, maar toch in de stille hoop dat er misschien iets anders zou worden gezegd. Maar ondanks dat die lockdown wordt verlengd, vind ik het belangrijk en vinden wij bij Magnetic Nail Design het belangrijk dat jij toch geïnspireerd blijft en gemotiveerd blijft en met je vak bezig blijft. En om dat te bewerkstelligen hebben we natuurlijk in de eerste coronalockdown al deze e-workshops begonnen.
Wendy was op kantoor en ik heb gezegd, Wen, kom, jij gaat vanmiddag gaan we een e-workshop doen. Zo is dat gekomen. En intussen hebben we echt tientallen verschillende workshops gedaan. En ook nu hebben we de hele planning doorgetrokken. Maar we beginnen met wat er al gepland stond. Aanstaande vrijdag is dat Jessica. En Jessica gaat helemaal los met portretten op nagels. Nou, als jij Jessica volgt, en ik weet zeker dat je Jessica volgt, dan heb je de afgelopen week al verschillende vormen van portretten zien langskomen. Portretten waarvan je denkt, huh? Tot portretten waarvan je denkt, ha? En zij gaat verschillende type portretten laten zien aan ons. Ik ben ontzettend enthousiast wat dat en benieuwd wat dat gaat worden. Dat is vrijdag om 14:00, dan staat Syriza hier op deze plek. Ik denk dat Syriza ook iedere keer met stomheid geslagen is. Maar goed, dat zullen we zien. Aanstaande maandag is het dan de beurt aan Michelle Tariboeka. En zij gaat nail art technieken gebruiken, dus de technieken waar we allemaal mee werken, maar gaat dat toepassen op een ander medium. Dus zij gaat daar iets anders mee decoreren, iets anders mee doen dan dat we gewend zijn. Wat dat precies wordt, dat is nu gewoon in ontwikkeling, maar dat denk dat jullie dat vrijdag wel zullen gaan horen. Dan zei ik het al, we hebben dus de corona lockdown workshops verlengd, de e-workshops verlengd. En wat hebben we dan allemaal op de planning staan voor jullie? Nou, het is een hele waslijst hoor, kijk mee. Woensdag 10 februari Syriza en zij gaat een van mijn favoriete nagels maken, namelijk milk bath nails. Je weet wel, van die nagels waarin iets is verstopt. Onderlaagjes, tussenlaagjes, bovenlaagjes, onderlaagjes. Gewoon echt een nagel waar je er naar kijkt en denkt, huh? Weet je wie dit trouwens ook heel mooi kan? Wendy. Die heeft voor het volgende seizoen van Nail Talk Live ook echt een prachtige milk bath nail gemaakt. Met allemaal juwelen erin verstopt. Maar dat is dus op woensdag. Dan op vrijdag gaan we verder. En hebben Mirjam Zwart. En Mirjam Zwart gaat ons laten zien hoe je plastigel bloemetjes maakt. Hele mooie bloemetjes, orchideeën, mooie bloemetjes met plastigel, verschillende typen, verschillende designs. En het voordeel natuurlijk van plastigel boven 3D acryl is dat het geurloos is. Dus voor de mensen die niet houden van werken met acryl, kijk zeker mee, want je kunt echt de mogelijkheden zijn eindeloos. Dan hebben we weekend en is het alweer maandag. En op die maandag is Aletta weer terug. En Aletta gaat ons stained glass designs laten zien. Ik vermoed met glass gel polishes. Stained glass, glas in lood, Tiffany, mooie lampen. Ik denk aan kerkramen. Ik denk met name aan Tiffany lampen, want die heb ik ook thuis staan. Dus ik ben heel benieuwd wat Aletta allemaal gaat maken voor ons. Dan schieten we door. En komen we terecht bij Cheryl op woensdag de 17e. En alleen de naam is al mooi. Simplicity nail art. Ik ben nooit zo van de simple en simplicity geweest. Ik ben meer van meer is meer en meer is nooit genoeg. Maar dit is een hele duidelijke trend gaande. Zeker bij de wat jongere doelgroep voor hele simpele, clean, strakke nail art. En Cheryl had ook tijdens haar seduction workshop die prachtige hartjes op haar nagels. Je weet wel, die nieuwe fashion stickers. En in lijn daarvan heeft ze dus hele mooie, strakke, clean, simplicity nail art gemaakt. En daar gaat zij ons les in geven. Vervolgens is het dan de beurt aan Anjo de Rapper op vrijdag 19 februari. Anjo natuurlijk is de moeder van Cheyenne en is helemaal into airnails, is onze tweede airnails koningin. Naast Jessica hebben we ook samen die airnails lessen gehad en Anjo ken ik al heel lang. Sterker nog, 10 jaar geleden heeft Anjo bij mij de designopleiding gedaan en zij is zo breed als het op nail art aankomt. En zij gaat mixed techniques laten zien. Dus een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje van magie en een beetje van mezelf. En het wordt een prachtige design die ze gaat maken. Nou, dan, weekend, kunnen we weer trainen. Maandag 22 februari komt Sil, onze eigen Sylvana Huibers. En natuurlijk, Sil houdt van korte nagels, shorties, maar zij gaat deze keer een keertje buiten haar comfortzone, want zij gaat XXL crystal designs maken. Dus ze gaat met grote stenen werken, lange nagels, heel veel, veel erbij, veel erop. En volgens mij gaat ze er ook nog een beetje blastigel bij gebruiken. Kortom, een beetje uit haar comfortzone, maar ik denk dat we gaan genieten. Woensdag is het dan de beurt aan Michelle Tariboeka en zij gaat helemaal los op een extreme nail. Zo heb ik ook Michelle leren kennen. Zij heeft meegedaan tijdens de e-workshop van Wendy. En toen ging zij een predator nagel maken. En dat was geïnspireerd op de pinnagel. En dat werd dan nog meer en nog meer en nog meer. En ze gaat dit keer dus laten zien een nog extremere nagel. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ze is hem nog aan het ontwerpen, dus dat wordt vervolgd. Daarna hebben we Jessica op vrijdag. En zij gaat Enchanted Stamping Art doen.
enchanted stamping art. Wat wil dat zeggen? Stempelen, net als dat we vandaag hebben gedaan. Maar zij gaat de stempels helemaal inkleuren, verfraaien en verdiepen met enchanted color gels. En dat is een gel met een hele mooie shimmer erin. We hebben 16 verschillende kleuren en leent zich ideaal voor dit soort type designs. Dus ben je helemaal geïnspireerd door het stempelen, word dan vervolgd. Dan als laatste, nu in de planning, op 1 maart is Gino Haan. En Gino was natuurlijk afgelopen maandag met zijn vintage lace designs. En op maandag de eerste is hij weer terug en hij gaat one stroke laten zien. In het vorige seizoen van Neil Talk Live heb je al kunnen genieten van een aantal van zijn one stroke designs. Maar hij gaat daarmee door. En hij gaat dus een hele online workshop geven. Hoe doe je nou one stroke? Ik heb het nooit begrepen. Het is nooit mijn techniek geweest. Maar als je hem eenmaal in je vingers hebt, kun je in een mum van tijd prachtige designs maken. Wat dan ook nog wel belangrijk is om te melden, dat zolang wij deze e-workshops doen, 3 keer in de week, beginnen wij nog niet met de Neil Talk Live Show op de woensdagavond. Daarmee beginnen we op het moment dat de lockdown versoepeld wordt, dat we weer open mogen gaan. Want dan kunnen we daar weer de tijd voor gebruiken. Dus zoals het er nu naar uitziet, zal dat waarschijnlijk, ik denk 10 maart zijn, dat we dan weer met de show beginnen, Neil Talk Live. Boordevol. Meer nail art, diepgaande discussies, meer technische vaardigheden en nog meer liefde voor dit prachtige vak. Liefde voor jullie natuurlijk. Wij gaan terug naar Aletta, want dit laatste design, wat gaat dit worden? Nou, het is wel een beetje in trant van wat Jessica gaat doen. Het inkleuren van een stempeltje. Dus laten we maar beginnen. Ik heb het nageltje al voorbereid. Dit is de kleur gray, cool gray, dacht ik. Ik ga even spieken. Cool gray, ja. Twee laagjes en die heb ik afgelakt en even opgebufft. En daar gaan we gelijk op stempelen. Voor dit design gebruik ik plaat nummer 37, Tequila Sunrise. En even spieken, waar staat hij? Deze ga ik gebruiken. Dus we pakken weer de stempeldingetjes erbij. En ik ga niks geks doen met pigmentjes met het stempelen, maar ik ga ze gebruiken voor het inkleuren van het stempeltje. Maar dat komt zo. Eerst even de afbeelding op de nagel. Dus dat gaan we doen. Ik heb alles weer klaarstaan. Ik breng het aan op mijn nagel. Lak aan de kant. Even zien. En daar staat hij. En ik zit er zelf ook weer onder. Dus dat gaan we weer even allemaal schoonmaken. En ondertussen kan die nagel even drogen. Poets, poets, poets. Die is schoon. Die kan aan de kant. En mijn potje kan weer dicht. En even langs het kussentje. Of het kussentje langs de roller, zo moet ik het zeggen. En mijn vinger. Nou, dat was hem. Dus, dan hebben we nou deze op de nagel staan. Wat ik dan eerst ga doen. Dit is een beetje mijn... ik heb hier een beetje een haat- en liefdeverhouding mee met Fastline Gel. Zoals je ziet is mijn potje ook kapot. Hoe dat gebeurt is geen idee. Ik denk een keer met een workshop in mijn tas dat hij dacht van, hey leuk, ik hou er even mee op. Het openmaken is altijd een gokje van hoe komt hij eruit. Valt mee nou. Mooi, netjes. Gaat netjes. Niet te veel geschud in de auto op de weg hier naartoe. De reden dat ik hier een beetje een haat- en liefdeverhouding mee heb is op zo'n tipje heb je geen vinger die in de weg zit. Dus je kunt heel mooi zeggen van, oh, ik ga er even omheen en ik maak perfecte kleine lijntjes. Maar ja, als je dat laat zien op een tip en een klant wil hetzelfde, je gaat niet die hele vinger ondersmeren. En wat vaak ook gebeurt, is dat je dit niet meepakt, omdat die nagelfrippel er loopt. Ik heb toevallig een design met liner gel ook op mijn eigen nagel. Is dat vast liner gel? Ja. Oh, leuk. En dan met een pigmentje erin gepoetst, maar dat gaan we dit keer niet doen. Maar ik ga wel laten zien hoe ik de liner gel aanbreng. En hoe dat ook makkelijker is met aanbrengen voor op een echte hand. Okay. Dus wat ik doe, ik gebruik mijn detailer 1. Een dotting tool kan ook. Ja. Maar ik heb gemerkt, wanneer je de detailer 1 gebruikt, kun je nog fijnere lijntjes maken. Ja, ik vind het best lastig hoor, om hiermee te werken. Ja. Dus ik ben wel benieuwd.
Ik hoop dat het ook in één keer goed gaat, anders dan... Ja, als niet, nog een keer. Ja. Wordt het wat? Nee, ik pak... Ik zal het eerst even laten zien. Misschien is dat makkelijker op shot size, aan de zijkant. 7 of zo? Ik pak een beetje op. En je ziet ook al dat er echt een hele... Ja. Oh, waar moet ik heen? De andere kant op. Andere kant. Ja. Nee, ik word een beetje zeeziek als ik naar je kijk nu. Excuses. Ja? Er zit een aardig draadje aan. Ja. Die ga ik... Door deze beweging wordt hij steeds dunner en op een gegeven moment laat hij je los. En nu zie je ook dat hij terugtrekt naar het penseeltje toe. Dus ik heb nu een druppeltje aan mijn penseel hangen. En dat ga ik gebruiken voor de lijntjes. Wat ik dan doe, ik zet hem op het randje van de nagel. En dat heb ik ook dus bij mezelf gedaan. Ik zet hem neer en ik trek hem naar de zijkant. Zet hem weer neer en ik trek hem weer heen en weer. Oh, ja, dit is wel... Heb je iets meer controle als je het zo doet? En ik zet hem even 10 seconden vast. Oké, terwijl je hem vastzet, eventjes een vraag van jou. Van Paradijs, Niels en Care, leuke naam. Die vraagt aan Jessica, een brutale vraag. Is er mogelijkheid dat we de benodigde materialen eerder kunnen krijgen, zodat we het niet in huis hebben of we het op tijd kunnen bestellen? Nou, ik heb die vraag al meer gehad. We gaan ervoor zorgen, maar ik denk dat dat pas gaat vanaf woensdag... Misschien maandag al, dat we de productlijsten al eerder op de Nail Talk Live website gaan plaatsen. Ik wist niet of jullie dat weten. We hebben natuurlijk ook www.nailtalklive.nl. En op die website gaan we dus de productlijsten plaatsen, allemaal van tevoren, zodat je van tevoren kunt kijken, meer van tevoren kunt kijken, of je alles in huis hebt. Maar je moet natuurlijk altijd in je achterhoofd houden, ook al wordt het met dit gedaan, misschien lukt het ook wel met dat. Dan moet je zelf uitzoeken. Proberen. We gaan terug. Ja, dat is het mooie aan nagelproducten. Ga gewoon proberen. En wat werkt voor jou, wat werkt niet voor jou? Wat heb je in je eigen la liggen? En wat kun je daarmee doen? Dus onderaan precies hetzelfde verhaal. Oh, leuk. En die gaat weer even in de lamp. Dit geeft gewoon net even wat meer... Dit nageltje is natuurlijk aardig lang. Voor, nou ja, wat ik net ook al noemde. Mijn klanten hebben niet echt van die hele lange nagels. Dus ook meer de shorties in de salon. Dus eigenlijk zou dat kerstje al heel mooi op de nagel passen. Maar omdat dit nageltje wat langer is, vind ik het mooi om het wat meer op te vullen. Anders dan wordt het heel kaal als je alleen dat kerstje gebruikt. Dus op deze manier vul je net dat nageltje wat op. Mocht je klanten hebben die dus wel wat meer lengte hebben op hun nagels, kun je het ook weer leuk zo opvullen. Even zien. Zo is die al heel tof. Ja, ik vind hem inderdaad leuk zo. Maar ik ga nog wat kleur aanbrengen. Natuurlijk. En ik begin eerst met de Liner Gel White. Waarom doe ik dit? Dit is een hele mooie grijze ondergrond. Ik wil de kerstjes rood gaan inkleuren. En als ik ze rood maak, of gelijk rood maak, dan is het rood, net zoals bij de neonpigmenten, dat heeft ook een wittere ondergrond. Dan krijg je wat meer intensiteit van de kleur. Dat is in dit geval ook zo. Daarom begin ik dus eerst met het wit. Daarna, als ik dan de rood eroverheen zet, dan knalt die rood echt gewoon je tegemoet. Daarvoor gebruik ik de Detailer 1. Moet even kijken of ik al het de Fastliner Gel eruit heb. Gewoon even met een droge nail wipe. Als het echt heel hardnekkig is, dan kun je wel wat meer... Of een beetje in een bezentop of zo draaien. Ik heb al mijn paletje voorbereid. Dus de Liner White ligt hier. Ik gebruik nu ook bewust alleen de Liner White. Omdat ik gebruik ook vaak wel de mix van de Suze Sweeties met de Liner White. Alleen, ik wil nu juist een beetje dat stugge wat de Liner White van zichzelf heeft een beetje behouden. Mm-hmm. En ik heb ook maar een heel dun laagje nodig. Het hoeft echt niet gelijkdekkend, helemaal dekkend te zijn, maar het moet gewoon... een goed basislaagje hebben voor de kleur. Oh ja. Ja, Meli had een comment in de comments. En Meli zei, Pepijn, heb je geen zin meer om naar Wendy te luisteren? En ik heb dus gereageerd in de comments, hè? Ik begrijp het niet. En Wendy begreep het ook niet, maar ze zei het al voordat Meli het zei. Dat komt omdat het oortje eruit hangt. Maar mijn oortje heb ik nog steeds. Hier, kijk. Alleen, deze hangt altijd. Op een gegeven moment trekt mijn hele hoofd naar achter door dat oortje. Dus ik had nu bedacht, ik hang hem er gewoon naast. Het is een leuke decoratie. Misschien de volgende keer hang ik er leuk een magnetic logootje aan. Gewoon om hem in balans te houden. Want ik vind het heel irritant dat dat steeds naar achter trekt. Dat is het dus. Maar in ieder geval,
Die nagels die waar jij mee werkt, zijn die ook los te bestellen? Wij hebben die niet, maar je kunt gewoon de Colourpops, de Oven Colourpops gebruiken. En dan knip je het nagelbedje ervan af. Kun je hem ook lekker vasthouden tijdens het werk. En dan heb je eigenlijk hetzelfde idee. Je kunt natuurlijk ook gewone tips, ultraform tips nemen die je zelf ovaal vuilt. Bijvoorbeeld, Sheila vraagt, Fast Liner Gel is een soort spider gel. Ja, dat klopt. En Paradijsnagels, bedankt Jessica en mij voor de informatie. Dan gaan we weer terug naar jou. Ik ben ondertussen de kerstjes aan het inkleuren met de wit. Ja. En ik focus me nu alleen met kleur op echt de kerstjes. Het blad wat erbij zit, laat ik lekker voor wat het is. Vind ik ook wel weer een gaaf effect geven met het grijzige en het zwarte van het visuele contrast. Ja, vind ik heel tof bij dit design. Dit is een beetje geïnspireerd op een nageltje wat ik eerder heb gemaakt. En toen ik die had gemaakt, toen werd ik daarna gevraagd, of een paar dagen erna gevraagd, of ik dus een live wilde doen. Maar dat wilde ik graag met stempelen doen. Dus ik dacht van, nou, hebben wij een stempelplaat waar een kerstje op staat? En dat hebben we, en dat was deze. Maar hij is in principe geïnspireerd, ik zou hem even erbij pakken, op dit nageltje. Oh. Deze is uit de hand geschoten. Leuk! Dus de stappen zijn precies hetzelfde, wat ik hier toepas als hier. Alleen deze is dus handgeschilderd en dit is dat je de kerst al hebt staan als basis en dan kleur je hem in. Ja, ik vind stempelen geweldig, maar ik vind het handgeschilderd ook wel heel mooi. Nou, hoor. Ik ben stiekem ook heel blij op dit nageltje. Ja, het is een mooi nageltje. deze gaat eventjes in de lamp. Even 30 seconden. Dan blijft hij goed genoeg op zijn plek zitten om weer kleur eroverheen te brengen. En hij is heel dun aangebracht dat je niet... Nou ja, die anderhalf minuut moet doen. In de salon zou ik dat wel doen, omdat je dan toch werkt op de andere hand. Dan heeft deze lekker de tijd om volledig uit te harden. Maar voor nu, omdat het een demonagel is, doe ik hem even 30 seconden. Nou, dan heb ik even een momentje voor de vraag van Lisbeth. Waarom niet op het kussen inkleuren? Ik zie dat ook wel eens. Dat kan ook. Heb ik ook vroeger wel heel veel gedaan met nagellak. Ik merk alleen met... ik heb het wel geprobeerd een tijdje terug met gel lak. Heb ik het toen ook geprobeerd met liner gel? Alleen dat loopt weer heel erg terug in elkaar. Dus als je bijvoorbeeld een stempeltje hebt van bijvoorbeeld die lipjes die ik net heb laten zien. En je wil die lippen inkleuren met rood. Houd even simpel. En je tekent dat heel mooi naar die rand van de stempel toe. Op een gegeven moment zie je dat weer van die rand wegtrekken. En of dan het kussen te glad is. Of ook weer dat de nagellak weer een beetje botst met die gel. Of nagellak. Dat weet ik niet. Maar ik heb het wel een keer geprobeerd nagellak, dat lukt wel. Alleen dan moet je, voordat je hem dus weer stempelt, wel echt zeker weten dat die nagellak droog is. Want anders krijg je weer ook een beetje zo'n kaas of leer effect, of dat die gaat ribbelen of zo, en dat wil je niet. En inkleuren met masterpaint, en dan, dus je hebt je outline op je stempel, dan inkleuren met masterpaint, dan laten drogen, dan op base coat stempelen, en dan met via die base coat hem op de nagel stempelen. Wacht even, die ging heel snel. Nog een keer. Ja. Je hebt stempel. Je pakt je stempel op met zwart. Ja. Je houdt hem gewoon zo. Met masterpaint ga je hem inschilderen. Ja. Vervolgens laat je hem drogen. Dan doe je base coat. Breng je aan, dun. Schraap je eroverheen. Duw je erop. Dan pak je hem weer op. Dan heb je dus een dunne laag base coat eroverheen. En dan daarmee opstempelen. Een base coat nagellak bedoel je dan? Ja. Of? Ja, dat je een soort sticker maakt bedoel je dan? Ja. Ja, dat zou ik niet met een masterpaint doen. Dat zou ik dan ook met nagellak doen. Want volgens mij is het met de masterpaint ook een beetje hetzelfde, dat die niet echt mooi blijft liggen waar je hem wil hebben op het kussen. Oh, dus ik ga het oefenen. Ik ga het proberen. Ik moet nou, naar mijn idee, ik heb er een tijdje mee zitten uitproberen van wat werkt wel, wat werkt niet. En volgens mij was het bij en de gel en de masterpaint dat die niet op zijn plek blijft liggen. Oh, oké. Okay. Dus met nagellak, dat heeft dan net weer een bepaalde... Ja, die te plakt en die ja, droogt. Ja, precies. Dat is net wat... wat beter. Alleen moet je dan dus echt wel zorgen dat je en dun werkt en dat hij goed droog is voordat je hem weer op je nagel plakt. Dus, maar ga dingen proberen. Ik bedoel, misschien werkt het ook als je heel snel weer een beetje even vastzet voor de lamp en dan dat je verder kleurt en weer vast en weer verder kleurt en vast. Alleen weet ik niet of dat zoveel efficiënter is dan eerst stempelen en dan inkleuren. Maar ja, ook weer voor iedereen zijn eigen voorkeurtjes. Dus... Je gaat hem nu natuurlijk even schilderen. Ja. Ik gebruik de Mace Choice kleur 2020 weer. Vind ik zo'n mooie rode kleur. Maar dit is niet de hoofdkleur.
Dit is meer om te zorgen dat, omdat ik dus ook weer met pigmentjes ga werken straks, dat die pigmentjes weer mooi eruit komen. Dus de witte ondergrond is eigenlijk voor deze kleur. En deze kleur is weer voor de pigmentjes die ik straks ga gebruiken. Dus uiteindelijk helpt elk laagje elkaar weer mooi om een mooi eindresultaat te creëren. Oh. En nu zie je ook echt dat die rood knalt van dat nageltje af. Ook omdat het dus een grijze ondergrond heeft. Het contrast is heel mooi. Zo, ik zet hem even 10 seconden vast. En dan vul ik het andere stukje van de kers ook in, of het andere kersje. En dit zijn ook van die designs dat je helemaal zen wordt. Ja. Dat je een beetje in jezelf... Wat Jessica vast ook al herkent, zachter praten. En, ik herken dat ook hoor. Ik heb ook mijn zenmomenten. Lijkt niet zo als ik hier sta, maar... Ja, ik heb een klant en die komt al een aardige tijd bij mij. En die is echt 3D, stempels, handgeschilderd. Die vindt alles geweldig. Dus daar kan ik helemaal op losgaan. Dat is echt super tof. Maar die weet ook, het moment dat ik ga nailarten, dan valt het gesprek een beetje stil. We babbelen nog steeds wel, maar dan is het toch wel wat meer de focus van ik moet dat lijntje mooi zetten en dan ben ik even wat minder gezellig. Maar dat weet ze gewoon en dat is even een onderrondje dan weer van oh, je houdt er weer mee op. Dus dat, ja, heel herkenbaar. Nicole, die zegt mijn dochter keek even snel mee en vindt de kleur die jij op je nagels hebt zo mooi. Welke is dat? Zou je dat nog een keertje kunnen herhalen? Het is een combinatie. Dit is Hearing the Birds. Hearing the birds. Die zit op mijn pink wijsvinger en de duim. En hieronder, onder de nail art, zit de grey-blue. Of de blue-grey. Ik draai blue het telkens gray. Om. Grey-blue heet oh, die. Grey-blue. En daar heb ik dus met de spider gel, of de fastliner gel, sorry, een nail artje overheen gemaakt. Maar die twee kleuren passen ook perfect bij elkaar. Vind ik persoonlijk. Nou, ondertussen is de kleur weer uitgehard. En ga ik met... ik heb hier ook weer een mixje gemaakt met de... Met de chrome red ja. En de bezem top. En deze heb ik nu bewust wat minder dekkend gemaakt dan bij de lipjes, bij deze. Hier wilde ik echt een dekkende glitter hebben. Hier wil ik meer een kleurtje of een glansje geven. Dus ik heb hem iets transparanter gehouden. Dus dat is ook weer wat je wil maken, helpt ook wel weer mee met in hoeverre je of hoeveel pigment je mixt door je lak. En dan ga je er weer helemaal overheen. Ja, ik hoor in mijn oor dat Wendy zegt, dit zou je ook wel met Tinkerbell kunnen doen. Je weet wel, een van die rode glittergel polishes van 2 jaar geleden, of 1,5 jaar geleden. Ja. Afgelopen kerst 1 jaar geleden. Die is wel wat grover, maar dat kan ook wel een leuk effect zijn. Ja, ik vind sowieso al die hele lijn van die rode glitters mooi, zijn prachtig. Had ze graag deze decembermaand ook weer gebruikt, afgelopen decembermaand, maar dat had niet zo mogen zijn. Dus hij gaat weer even in de lamp, het glittertje is nou aangebracht. Ik denk alleen wel, want dan wil je de kerstjes nu zeg maar met Tinkerbell inkleuren, of hoe De kerstjes inkleuren met Tinkerbell. Ik denk dat dat wel leuk is, maar dat misschien de stamping image iets te klein is voor die grovere glitters, want dat zijn natuurlijk iets grovere glittertjes, iets grotere glittertjes. Ja, maar als je er rood onder zet, dan zou je het alleen in het midden een beetje kunnen doen. Ja, precies. Dat zou, ik denk dat het ook wel leuk is, ja. Dus ik ben benieuwd wie dat gaat uitproberen. Hij is weer uit de lamp. En wat ik nou mooi vind is om nog een beetje diepte aan te brengen. En dat doe ik weer met een mixje. Ik zal hem even in het zicht leggen. Heel klein beetje bezem top. En dan pak ik nog minder liner gel black bij. Dan krijg je dus een hele transparante zwart van. En dan oogt hier aardig zwart, maar op de nagel gebruik je maar zo'n klein beetje. Dan is dit misschien zelfs nog te licht, maar we gaan het zien. Wat ik hiermee ga doen is...
Nu is het een aardig plat kerstje, maar ik ga hem iets ronder maken. Dus ik breng een beetje schaduw aan de onderkant. En ik laat dat rondlopen. Hier ook een beetje. Ik maak mijn penseel even leuk, schoon. Aletta. En ik laat het een beetje overlopen. Een beetje lastig te zien zo met al die lampen hier, maar ik doe mijn best. Niet overklagen. Niks aan de hand. Ik hoor iedereen dat altijd op een bepaald moment gaan ze dat zeggen. Kijk, het is heel subtiel, maar toch ineens is het net van, hé, hey, ja. Dat kerstje heeft een... Ja, echt 3D. Wat meer een balletje in plaats van een cirkeltje. Even vastzetten in de lamp. Dat heb je toen toch ook gedaan met die lieve heersbeestjes volgens ja, mij? Ja, klopt. Ja, ik vind dat echt wel een leuk... Het is even een hele kleine touch, maar je creëert ineens zoveel meer effect op dat nageltje. Dus het is maar iets even een lijntje met een verdunde zwart. Ik gebruik dan nu liner, de Line & Gel Black, maar je zou ook de Black is Black een beetje door je topgel. Zo, het gaat goed met mijn spraak momenteel. Door je topgel kunnen mengen. Even iets een beetje aanzetten en je krijgt al gelijk een heel ander effect met je nail art. Dus ik hou daar wel van. Ik krijg een vraag, want mensen moeten natuurlijk hun huiswerk maken, hè, lieve schat. Maar wat nou als je nou echt geen pigment hebt, wat kun je dan gebruiken? Ja. Nou ja, ik heb nu dan neonpigmenten gebruikt en chroompigmenten. Maar we hebben ook de magic pigments. Maar ja, dat valt dan ook weer natuurlijk onder pigmenten. Dus als je helemaal geen pigmenten hebt, heb je die waarschijnlijk ook niet. Ja, of een super, super, super fijn glittertje misschien. Ja, ja hele fijne glittertjes. Of een chameleon flakeje. Ja. Ja, precies. Daar kun je ook... Dus er zijn wel mogelijkheden. Ja. En als je helemaal niks hebt, ja, dan is het een beetje lastig. Zou ik nog je huiswerk meedoen hoor. Want het is natuurlijk wel leuk om die setjes te maken. Om straks aan je klant ook te laten zien. Nou, ik gebruik nu dan pigmentjes om het in te kleuren. En dat is wel, wil ik wel graag zien bij de huiswerkopdrachtjes. Maar als je nu gewoon puur denkt van, oh, ik voel me geïnspireerd en ik wil voorbeeldjes maken voor straks mijn klanten weer. Gebruik gewoon kleurtjes die je hebt. Syriza Sweet is om dingen in te kleuren. Dit bijvoorbeeld, ik pak deze er weer even bij. Ik heb dan hier de pigmentjes gebruikt. Maar je kunt ook zeggen, ik pak deze rode gelak en ga daar de druppels mee maken. Heb je hetzelfde idee, alleen je gebruikt dus geen pigmenten. Kun je dan weer niet insturen voor het huiswerk, maar dan heb je wel weer een voorbeeldje om uiteindelijk te laten zien. Dus ik heb hier veel pigmentjes gebruikt, maar het wil niet zeggen dat je het alleen maar met pigmentjes kan doen. Je kunt ook, laat ik er nog eentje bij pakken. Deze. Ik heb hier dus de cat eye gemengd met de cyan. Is ook een manier om dingen in te gaan kleuren, bijvoorbeeld. Ik had hier ook heel mooi de blauwe pigmenten kunnen pakken en dan de ovaaltjes in kunnen kleuren. Dus het is niet dat je vastzit aan één product. Ga gewoon kijken wat er in je laadjes ligt en ga daar lekker mee aan prutsen, zou ik zeggen. Je kunt echt wel heel veel kanten op met een handjevol producten. Het is echt leuk. Antwoorden. Ik zie dat je eventueel ook make-up kunt gebruiken, oogschaduw. Dat is natuurlijk ook gewoon een cosmetisch product, dus dat kun je gebruiken. Moet wel rekening mee houden dat dat al is gemengd met een drager. Hè? Dus dat is vaak gemengd met bijvoorbeeld een mica, waardoor je hem op de huid aanbrengt. Dit zijn pure pigmenten versus reeds verdunde pigmenten. Maar goed, dat zou in het uiterste geval natuurlijk ook gewoon kunnen. We gaan eventjes verder kijken. Yes. Ja, Anja van Es zegt, ik ga de kerstjes proberen met cat eyes. Ja, leuk. Ja, zou leuk ook idee. Heel tof zijn. Lijkt me ook leuk. Die wil ik zien. Voor de finishing touch heb ik hetzelfde gedaan met wit wat ik net met zwart heb gedaan. Heel even iets verdund. En dat ga ik in plaats, of aan het tegenovergestelde, hier heb ik zwart gezet. Nou ga ik aan de bovenkant een heel klein beetje wit zetten. Voor het highlightje. En die kun je zo laten, maar ik ga hem een beetje uitblenden. Daar krijg je een iets zachter effect van. En dit doe ik allemaal nog steeds met de detailer 1. Mocht je dit prettiger vinden met een ander penseel, ga je gang. Zo. Oké, nog een beetje aan deze kant dan. Oh, Lotte komt ook met een goed idee. Kun je ook gekleurde acrylpoeder gebruiken als pigment? Ja, dat kan. Ja. Dat, ja, kan dat ook. Kan. Goed idee, Lotte. Ja. Zeker. Ik heb niet bij stilgestaan. Dat is gek. Ik heb een acryler, maar dat kan. Ja, dat is ook wel een goeie. Er zitten ook prachtige kleuren tussen, dus dan kun je ook
denk dat je dan misschien wel wat meer op moet letten met je als je het gaat mengen. Ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Nee, je kunt dat gewoon mengen in een topgel. Alleen je moet niet een te grote hoeveelheid mengen. Ja. Want het hart uiteindelijk gewoon uit. Door de BPO en de poeder wordt uiteindelijk de foto-initiator ook geïnitieerd en gaat het uitharden. Dus je moet niet van tevoren een grote hoeveelheid mengen. Maar ter plekke is dat geen enkel probleem. Ja, dat is een hele slimme, ja. Nou komt een perfectionistische ik weer naar boven. Ik weet niet of het te zien is op de camera. Maar hier in de stengeltjes mist een beetje kleur. Ja. Geeft ook wel weer een leuk effect, maar ik wil het helemaal zwart hebben. Dus, wat ik ga doen. Jessica's Choice en de Line It Your Black. Heel klein beetje aan mijn penseel. Echt, je ziet het bijna niet. Minimaal. En dan ga ik bijna in het nageltje kruipen. Ik hoop dat ik er niet voor zit. En natuurlijk ga ik nu trillen. En dan trek ik dat dicht. Op die manier. Hetzelfde hier. Dit is puur omdat ik heel erg perfectionistisch ben. Maar. En nou gaat hij uithouden in de lamp. Voor, even kijken, wat is het? 30 seconden, sorry. Daar moest ik even over nadenken. Ja, nou, terwijl je dat doet, Amarens, jij vraagt je af, we noemden de Enchanted Color Gels voor een volgende workshop. Waar kun je deze allemaal voor gebruiken? Nou, die kun je full color aanbrengen, gewoon als een, bijvoorbeeld een soort, ja, een full color effect, dus als wat je ook met gel polish kunt doen. Maar de Enchanted Colors hebben vrij veel pigment erin en ook vrij veel ijzerdeeltjes en geven mooi de glans. Dat is niet zo handig om dat uit een flesje te doen, want dan heb je de kans dat dat gaat verzinken. Dat is veel beter om dat vanuit een potje te doen. Dus full color kun je hem aanbrengen. Je kunt er hele mooie designs mee maken. Dat zul je dus ook zien. Dat gaat Jessica ook doen met het stempelen. Dus dan gaat ze het invullen. Je kunt er hele mooie en makkelijke ombres mee maken. Dus het is eigenlijk gewoon een color gel in plaats van een gel polish. Maar met als eigenschap dat u dus wat meer glitterpigmentdeeltjes erin heeft. Wat minder makkelijk is in een gel polish. Dus dat is het eigenlijk. Maar het heeft een hele mooie, hele subtiele glans. Maar kijk maar, het is echt heel, heel erg mooi. Je kunt prachtige dingen mee maken. Dan gaan we terug. Hij is eruit de lamp. En ik ga hem in zijn geheel mat afvlakken. En dat doe ik met de extreem matte top. Maar daar gaan we het natuurlijk niet bij laten. Ingeborg zegt, ik krijg zo'n zin in kerst. Nou, Inge, ik ook. Mirjam Buitenhuis zegt, oh nee, ik moet koken, maar ik wil blijven kijken. We zijn bijna klaar, Mirjam. Ja, hij is bijna klaar. Zo, gaat even in de lamp. Ik doe hem nu 30 seconden. Ik val een beetje in herhaling, maar ik ga de kerstjes nog wat glans geven. En als ik die volledig uithard, dan pakt de matte topcoat ook weer wat extra secondes mee. Dus dan is die, als die uit de lamp komt, volledig uithard. Dus nu even 30 seconden, kan ik ook gelijk weer door met de demo. Er zitten wat mensen te reageren op die Enchanted Color Gels. Gaan er eens naar kijken. Nog één dingetje daarbij. Deze gels dekken extreem goed. Dus mocht je nou denken, ik ga die aanschaffen, dan een papierdun laagje dekt al de hele nagel goed af. Dus zeker niet te veel gebruiken. Dat is echt zonde. Heel weinig gebruiken, want je kunt met één zo'n potje. En dat doe je gewoon met een gelpenseel. Ja, Demi zit weer eens in mijn oor te kletsen terwijl ik aan het praten ben. Maar dat doe je dan met een gelpenseel. Breng je dat aan. Maar echt maar een heel klein beetje nemen. Want dat is echt, je kunt met één zo'n potje, nou ik denk wel 20 sets doen of zo. Dus echt zuinig en spaarzaam gebruiken. Dat benoem ik even, omdat ik in het verleden wel eens zag dat mensen te veel dan aan een gelpenseel nemen. En dat we gaan aanbrengen. En dat hoeft niet. Niet doen. Zonde. Zonde van het product. Oké. Yes. Zo komt hij dus uit de lamp. Is die ook heel tof. Maar ja, ik mis toch iets. Wat ook heel leuk is. Ik heb hem dus voor het voorbeeldje het hele kerstje glanzend gemaakt. Wat je ook kan doen is een paar druppeltjes. Dat het net lijkt alsof er een beetje touwdruppels. Sappige, ja. Sappige kersen. Ja, dus dat kan ook. Gaan we lekker niet doen. Ik ga hem helemaal inkleuren. Wel focus ik op de aparte kersjes. Dus ik begin ook weer hoe ik het net met de kleur ook heb gedaan. Bij de ene, die zet ik even vast in de lamp. En dan pak ik het tweede nageltje, of het tweede kerstje, excuses.
En nogmaals, dat zei ik ook natuurlijk bij die met de lip en de druppeltjes. Je kunt heel mooi een beetje hoogte creëren nu. Mm-hmm. Dan zou je iets ik heb nu een dun laagje leggen. Als je wat hoogte wil gaan creëren, pak je nog wat meer op je penseel, echt een druppel. En die leg je er heel voorzichtig in het midden. Die laat je even levelen en dan zet je hem vast. Ik wil nu puur glans hebben, dus ik hou hem heel plat. Dus hij gaat nou even 10 seconden in de lamp. Dit is ook weer met een topcoat zonder plaklaag. Kan ook weer met, maar dat is eigen voorkeur. Nou, het is alweer een aantal mensen die hadden helemaal niet door dat het al bijna 5 uur is. Het is gewoon nog 5 uur. En wat wel grappig is, iedereen begint over moet eten koken. En volgens mij was het Debbie. Ja, Debbie zegt, ik heb mijn man zover dat hij maandag, woensdag en vrijdag kookt. Heerlijk. Nou, dat is lekker. Dat is fijn. En waarop Shaila zegt, nou, ik heb gewoon lekker makkelijke maaltijden. Amarens neemt pizza's. En Shaila die schouwt de telefoon door het hele huis tijdens de lives. Maar ik vond het wel even leuk van die man die dan op maandag, woensdag en vrijdag eten kookt. Speciaal vanwege Neil Talk Live. Nou, dan wil ik jouw man ook bedanken daarvoor. Ja, is toch lief dat jij dan lekker in alle rust naar de lives kan kijken. Heb je goed geregeld. De nagel zit in de lamp. Ik heb het tweede kastje nou ook even ingekleurd. En dan kan ik het eindresultaat laten zien. Dat is het nageltje wat ik al van tevoren heb gemaakt. Ah. En ik heb hem hier gecombineerd met dezelfde Maze Choice kleur. En ik heb hier ook het residu wat ik nog had liggen op mijn paletje met datzelfde chroommixje. Heb ik daar overheen gelakt. Dus dat past weer heel mooi bij dat kerstje. En ja, zwart en grijs vind ik prachtig bij elkaar. Dus dat vind ik altijd passen. Ik heb nog meer fruit gemaakt. Ik heb een hele fruitschaal gemaakt ondertussen. deze vind ik zelf ook erg tof. Cute. Leuke peertjes. En dit is dezelfde kleur die hieronder zit als basis. Zou je nu niet meer zeggen. Maar doordat je juist deze kleur gebruikt, wordt dit wel echt een hele mooie, felle kleur. En het is leuk, afgelopen Heel Holland Bakt maakte Thijs een taart met chipolata en daar zaten ook heerlijke peren in. Ik denk nu alleen nog maar aan Heel Holland Bakt, maar dat komt misschien omdat ik honger begin te krijgen. Ik wou zeggen, maar we zitten rond etenstijd. Ja. En de laatste, een banaantje. Cool, leuk. En voor deze heb ik geen chroompigment gebruikt om te mixen, maar daar heb ik, moet ik ook weer even spieken, waar is die? Dat is van het kitje, de gold, pigment gold gebruikt. En onder deze heb ik eerst dus ook weer wit aangebracht. Daaroverheen de, moet ik het goed zeggen, volgens mij de yellow is yellow. Mm-hmm. Dat is ook zo'n lekkere neon kleur. En daarover dus het pigment aangebracht. En dan krijg je een banaantje. Dus ook weer verschillende, ik heb hier echt, heb ik me gefocust op fruit. Maar dit is ook weer heel leuk om met bloemetjes, dat vogeltje, dat kolibrietje wat ik voorheen erbij had gepakt. De lipjes, je kunt ook weer alle kanten mee op. Nou, dus, superleuk, Alette. Echt supergoed gedaan. Wendy is intussen eventjes aan het uitzoomen, zodat we al jouw designs bij elkaar kunnen zetten. Zodat we straks een mooie screenshot kunnen maken. En wat waren het een boel designs, hè? We zijn ook maar liefst 3 uur live geweest. En we zijn constant toch wel met een behoorlijke groep mensen geweest. Dat is ontzettend leuk. En Anja zegt, nou moet ik huiswerk maken en een taart bakken. Thanks, mevrouw Borel. Ja, kijk jij ook altijd een Heel Holland Bakt? Nou, echt toch, is toch heerlijk. En bakken maar. In ieder geval, Debbie de Man kookt altijd Indisch. Lekker. Oeh, rendang. Mm. Dit is niet goed voor mijn eetlust. Ja, of nee, juist. Ik gaat hier vaak rond dit tijdstip over eten. Maar dat komt ook omdat ik hou van eten. In ieder geval, Janti zegt, ik heb deze laatste gemist, ik moest even de hond uitlaten, maar ik ga hem terugkijken. Super gaaf, zegt Elise. Nancy zegt, ik ben te laat, ik kijk straks de herhaling, maar het ziet er geweldig uit. Nou, inderdaad, Nancy, het was geweldig. De allereerste keer live, dat lieg ik eigenlijk, de tweede keer live voor Alette, want vanochtend was de allereerste live. En je moet even goed kijken voor je totaalshot. En nou, ik stond versteld. Ik wist natuurlijk al van Jessica hoeveel je met stempelen kunt doen. Maar dat vergeet ik dan weer, omdat ik zelf niet in de salon werk. En vandaag was gewoon weer een hele ontdekkingsreis. Dus ik denk dat we even terug gaan naar Alette. Want volgens mij ligt alles intussen klaar voor jullie screenshot. Ja, ik heb het even per 3 gedaan. Dus dit zijn de eerste 3 designs en dan de verschillende varianten daarop. Oké, screenshot. 1, 2, 3. Screenshot. Yes, kan die. Ja. En dan komen de andere 3.
Het is wel echt heel veel, Aletta. Het is wel echt... Zo. Nou ja, en ik, de eerste heb ik ook echt wat meer in de ondergrond gewerkt. En daarna iets meer het pigment gebruikt om nou ja, het stempeldesign aan te vullen. Dus nou ja, zo zie je dat je heel veel kanten op kan met dezelfde producten. Dus ja. Ik hoop super. Dat iedereen een screenshot heeft ondertussen. Mee zegt gewoon geweldig. Etty zegt heel goed gedaan, Aletta. Lekker duidelijk. Jessica zegt goed gedaan, topper. Bedankt voor vandaag. Ik zie jullie vrijdag. Mirjam zegt wat een heerlijke e-workshop. Heb genoten, zit vol ideeën en je hebt een bestelling geplaatst. Ik ga stempelplaten bestellen, zegt Debbie. Een mooi weer, al veel nieuwe ideeën. Super workshop, Aletta. Super gedaan, Aletta, zegt Henny. Het was weer gezellig en leerzaam, zegt Joey. Supermooi, dankjewel weer allemaal. Thanks for the live, zegt Joyce. En hebben we voor de volgende dag ook nog genoeg? Oh ja, Indisch eten. Ja, dat is altijd lekkerder de volgende dag. Hè? Ja, oh. In ieder geval, nou, superleuk. Heel erg genoten, zegt Patricia Dijkstra. En Michelle zegt, nou, heel mooi, Aletta. Ik moet toch maar eens meer gaan stempelen. Ja, dat vind ik dus ook, Michelle. Je kunt er zo ontzettend veel mee. Super bedankt. Zoveel nieuwe ideeën, zegt Ingeborg. Goed gedaan. Super veel inspiratie, zegt Cheryl. Siska zegt, super goede uitleg. Bedankt, Fred, Niels, Aletta. Ik vind je een topper. Toppertje moet er staan. Oh, je bent een topper en een toppertje. Morgen lekker lang bezig. Gave design, zegt Gemma. Super mooi, zegt Jantie. Dank jullie wel, Kanje, zegt Elise. Heel goed gedaan, zegt Michelle. Tot vrijdag. Super uitzending. Oh, wat leuk. Helemaal mijn ding, zegt Amber. Super workshop. Dankjewel, lieve mensen van McNetic. Tot vrijdag. Tot vrijdag, hè, Nancy. Het was super graag. Je was geweldig, Aletta. Er wordt gezegd door Debbie. Nou, het blijft maar doorgaan. Dankjewel. Erg geïnspireerd. Nu gauw op mijn maag tevreden stellen, zegt Nancy. Dus, ja, inderdaad. Ik ga. En je hebt het super gedaan. Er was niks van te zien dat het je eerste live was. Hoe vond je het nou? Ja, leuk. Superleuk. Wel zenuwachtig hoor. Maar ja, ik ben vooral blij dat ik jullie zo heb kunnen inspireren. Dus ik vind het een geslaagde live zo voor de eerste keer. Dus ja, over 2 weken mag ik weer. Dus ik kan jullie hopelijk weer inspireren. Ja, en wat ik nog niet heb gezegd, is dat we als Nail Talk Live straks weer begint, dus begin maart, hebben we op woensdag natuurlijk de traditionele Nederlandse Nail Talk Live Show. Op vrijdag de Engelse Nail Talk Live Show, International. En we gaan gewoon iedere maandagavond een live e-workshop doen. Dus niet meer om de week, gewoon iedere maandagavond gaan Wendy en ik een leuke e-workshop doen. En ik zag in de comments van May nog een hele belangrijke comment. Als je nou je stempelplaten bestelt en je krijgt ze binnen, dan is er één ding wat je wel altijd moet doen voordat je begint met stempelen. Even de folie ervan afhalen. Want als je dat niet weet, dan weet je het niet, maar dan moet je er wel van afhalen, anders kun je niet stempelen. En ik weet waar ik over spreek, want dat is mij dus een keer gebeurd. Folie ervan afhalen. Stap 1. Dank je wel mee voor die aanvulling. Nou, Debbie zegt, het was niks te merken dat je zenuwachtig bent. Heb je nog iets te zeggen voor de mensen thuis? Nou ja, bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen inspireren. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie gaan maken. En misschien inspireren jullie mij wel weer voor leuke designs. Dus ja, heel erg bedankt. Pepijn, ook bedankt voor het vertrouwen dat ik dit een keer mag gaan doen. Heel graag gedaan. En Wendy natuurlijk ook weer bedankt voor achter de knoppen zitten. En ja, wat zou ik nog meer zeggen? Ook weer allemaal kijken vrijdag natuurlijk. En ja, tot op fijne avond zou ik zeggen. Ja, dan ben ik er natuurlijk. Aanstaande vrijdag staat hier Syriza, zit daar Jessica en gaat zij prachtige portretten maken. Dus ben daarbij, ja, en ben ook bij alle andere e-workshops die we maken uit liefde voor het vak, uit liefde voor jou en uit passie voor die prachtige nagels. Nou, we gaan afsluiten altijd met een commercial, maar de commercial die wij nu weer gaan afsluiten is die van vorig jaar, de lentecollectie Jumping into Spring. Want die kleur die Aletta op de nagels heeft, Hearing the Birds, komt uit die collectie. Die prachtige grijsblauwe kleur komt uit de collectie Jumping into Spring. Dus als je die nog niet kent, hier is hij. Tot snel, tot Nail Talk Live.